Goedenavond iedereen en van harte welkom. Ik zag daar net al extra stoelen aangesleurd worden, dus het wordt een fijne avond in een vol huis hier in Edegem. Wankelt onze democratie? Dat is de vraag eigenlijk een beetje volgens Philippe de Winter. Wankelt ze omwille van de omvolking? En Diab Abu Jaja aan de andere kant, die heeft een boek geschreven, Verlichting onder vuur, ja, waar hij toch ook enkele vraagtekens stelt. Misschien eerst een vraag aan u. Het is Ramadan, doet u daaraan mee? En debatteert u hier op uw nuchtere maag? Nu, ja, soms doe ik wel aan mee, soms niet, hangt er vanaf. Vandaag toevallig niet, hè, dus. Ja. Voor de rest, vrij privézaak. Ja, ja, nee, goed, ja, fijn. Ja. Ik dacht, ja, fijn, het is klaar, want zo... Is dat toch niet gemakkelijk? En de andere vraag die ik mij stelde, dit is een beetje voor jullie allebei. Is dit het eerste debat dat jullie met twee doen? Wat denk je? Nee, niet echt. Velen zijn al wat ouder in de zaal en zullen zich dat nog herinneren. Een debat in 2002, dat was nog met Siegfried Bracke, stel u voor, u niet onbekend, die nee. Toen nog in zijn gedaante als socialistische VRT'er het debat modereerde tussen ons beiden. En zowel de Keulaar, de commentator van de Morgen toen, die was openlijk socialist... Die na het debat commentaar moest geven en die commentaar stond mij niet aan. En ik ben het toen opgestapt, dat was nieuw. Ik had Pim Fortuyn dat ooit zien doen. Ik vond dat wel een leuk idee en ik heb dat bij de VRT ook eens geprobeerd. En welke tijd spreken we dan? 2002. Ja, september 2002. Ja, ik herinner me van dat debat, maar we hadden ook daarvoor, denk ik, twee keer al met elkaar denk ik, gedebatteerd bij Jurgen Verstrepen toen. Juist. Hij had zwart-wit programma of zo. Ja. Eigenlijk, we hebben denk ik toch een... Ja, behoorlijk wat debatten gevoerd in elkaar. Ja. Al 20 jaar. En is er veel veranderd in die 20 jaar? Of wie is er het meest veranderd in die 20 jaar? Ja. Ja. Allee. Ik wil niet arrogant doen, maar dat siert mij wel. Maar u staat op Twitter nog altijd als... vijand nummer 1 van het land. Former. Former. Dat zat in het Engels. Ja. Inderdaad, kijk, het is... Rond een aantal punten ben ik veranderd, maar ik denk ook meneer De Winter. Hè. Ik bedoel, dat kan ook moeilijk anders. Hè. Maar in de loop van 20 jaar. Hè, de wereld verandert, van alles verandert. Dus het is geen slecht teken dat iemand toch wat verandert met de wereld. Hè. Dus dat is geen slecht teken. Maar ik denk dat het ook goed is om een aantal basisbegrippen, een aantal basiswaarden te behouden. En daar vind ik persoonlijk dat ik nog altijd op dezelfde lijn zit. Als het gaat over waarden, over normen. Maar politiek die bewegelijk is. Hè. En dan moet je gewoon je tijd beter begrijpen en je positioneren in functie van... Tijd verandert ook. Ja. Ja. Alles verandert. In die tijd het 70-puntenprogramma. Absoluut. Is dat nu nog iets... Wel, de maatschappij verandert en ook de samenstelling van onze bevolking verandert. Dat is nu juist het gegeven van de omvolking. Dat is het gegeven van de omvolking. En dat betekent natuurlijk ook dat de... Oplossingen, het 70-puntenplan, u bent erover begonnen, was natuurlijk geen ideologisch traktaat. Hè? Ik bedoel, dat was een concrete uitvoeringsbesluit van een programmapunt. Dat kon toegepast worden toen het geschreven werd. Dat is nu ondertussen meer dan 30 jaar geleden. We zijn anderhalve, bijna twee generaties verder. En dat betekent dat... De punten van toen niet zomaar vandaag, 30 jaar later, op identiek dezelfde wijze alle 70 zouden kunnen uitgevoerd worden. Eén voorbeeld maar. Toen zeiden we spreken 30 jaar geleden, toen zeiden we, kijk, we moeten niet-Europese, islamitische vreemdelingen, die naar hier gekomen zijn als gastarbeider, en die hier een tijdelijk contract hebben, die moeten we niet proberen te integreren of te assimileren. Die moeten we voorbereiden op de terugkeer naar het eigen land wanneer het contract volledigd is. Dat was ook de filosofie van dat moment. Er was niks fout of racistisch aan. Dus we moeten hen vooral niet integreren. We moeten hen hun eigen scholen geven. We moeten hen eigen sociale zekerheid geven. En we moeten hen voorbereiden op de terugkeer naar eigen land terug. Oké, we zijn nu zoveel decennia later. Ja, het is duidelijk dat die
tweede en derde generatie die hier ondertussen al geboren is en wiens ouders hier geboren zijn en wiens grootouders hier gearriveerd zijn, ja, dat die betrachting van toen, vandaag, die vlieger gaat niet meer op. Dat geef ik grif toe. En ik ben ook de eerste om dat te durven erkennen. En dan vind ik het ook een beetje spijtig dat de media en ook de politieke tegenstanders alsmaar blijven doordrammen op dat 70-puntenplan. Terwijl dat feitelijk ja, een toepassing was van een programmapunt dat 30 jaar geleden perfect kon toegepast worden. Maar vandaag de dag door andere concrete standpunten is vervangen. Ja, vandaag de dag heeft u het niet meer over het 70-puntprogramma en segregatie eigenlijk, wat u toen verweet werd. Vandaag gaat het over omvolking. Misschien moeten we voor de duidelijkheid van het debat beginnen. Wat bedoelt u eigenlijk met omvolking? Ja, wat is het niet? Hè? Ja, het maar, is... ja. Ja, maar nee, laten we daarvan vertrekken. Want de meeste mensen kennen de omvolking alleen via de weg van de media. En in de media krijg je niet altijd, en dat is een eufemisme, meestal niet, dat is ook een eufemisme, zelden, dat is ook een eufemisme, nooit de waarheid te horen. Wat zegt men over de omvolking? Het is een complottheorie. Einde debat. Daarmee is alles afgesloten. Alles wat men in de traditionele politiek niet graag hoort, is een complottheorie. En dus moet er ook niet meer over gediscussieerd worden. Klaar. Dat is het dus niet. Het is geen theorie. Het is al zeker geen complottheorie. De omvolking is hetgene wat de oorspronkelijke auteur van die term, zijnde Renaud Camus, een Franse schrijver, die geen politieke ambities heeft overigens, erover gezegd heeft in zijn boek Le Grand Remplacement, de grote vervanging die de bijtitel is van dit boek, de ondertitel is van het boek Omvolking. Hij zegt, de omvolking is een analyse, een vaststelling. De omvolking is het feit dat ons volk, een natie, een beschaving, vervangen wordt door een andere beschaving. Omwille van immigratie en demografie. En dat, wanneer die populatie vervangen wordt door een andere populatie, dat samen daarmee ook hun cultuur, hun waarden en normen, hun manier van leven vervangen wordt. Stop, dat is het. Okay. Het is niet meer, ook niet minder, dan dat. Het is een analyse, een vaststelling. En daar worden dan allerlei verhalen over verteld, maar in feite is het dat en ook niet meer dan dat. Oké. Okay. Kan u meegaan met die vaststelling? Dus, okay, het is geen complottheorie, maar het is een soort vaststelling dat een grote groep mensen hier komt en eigenlijk ja, een soort vervanging doet. Ja, dat grote groepen mensen hier komen is gewoon een evidentie. Hè. Daar moet je zelfs niet over debatteren. Er zijn demografische verschuivingen en die zijn ook van een belangrijke schaal. Dus iemand die ontkent dat er demografische verschuivingen zijn in West-Europa is gewoon iemand die intellectueel niet eerlijk is. Dus dat moet je gewoon vaststellen. Dus in die zin, oké, noem je dat nu omvolking? Dat is een keuze natuurlijk, een ideologische keuze om dat omvolking te noemen, maar ik wil ook geen semantische discussie gaan voeren. Oké. Okay. Omvolking, grand remplacement, whatever. Er is iets gaande, er is een verschuiving gaande. Of die verschuiving, en daar waar ik het zeker niet mee eens ben met de analyse van meneer De Winter, om die verschuiving ook te gaan zien als een effectief, een soort vervanging. Een bedreiging, eigenlijk. Ja, bedreiging is iets anders. Nee, hij zegt een vervanging. Hè. Dus, ja. Om een beetje trouw te blijven aan zijn woorden. Een vervanging van ene beschaving door een andere, alsof dat het er een beschaving is die zeg maar, dynamisch is of zeg maar, niet dynamisch is, continu een status quo is. En dat is dus niet waar, ook voor wat de beschaving is. Welke beschaving dan ook. Hè. Elke beschaving verandert van zichzelf, hè, los van invloeden van buitenaf, maar ook door invloeden van buitenaf. Elke beschaving is zelfs gebouwd voor een deel hè, door ook invloeden van buitenaf. Dus klopt. In ieder geval, een beschaving is een dynamisch gegeven, maar ook de andere beschaving, dat andere, ik weet niet welke, misschien islam is een belangrijke, is een noemer dat meneer De Winter vaak gebruikt in zijn boek, maar dat kan ook iets anders. Maar die andere beschaving is ook evengoed een dynamisch gegeven die ook veranderlijk is. En ik ga een klein voorbeeld geven.
En ik heb nog niet over dat complotistisch gehalte. Er is een complotistisch gehalte, maar niet in de beschrijving van een omvolking als een feit. Hè. Ja. Dat noem ik zeker geen complottheorie. En mensen die direct beginnen te stijgeren van zodra dat zo'n woord valt of dat dit gesprek geopend wordt en beginnen te roepen over complotten en over allerlei andere ad hominems. Nee, ik denk dat ze eerder een debat willen vermijden. Dus voor mij geen enkel probleem om te erkennen dat er iets gaande is, hè, en dat we dat gaan analyseren en bespreken. Maar voordat wij over de complotistische elementen daarin praten, ik wil gewoon benadrukken dat ik ken het van bijvoorbeeld, ik ben leerkracht, hè, ik geef les elke dag in Brussel. Dus als je gaat over het feit dat er een verandering in de etnische componenten, etnisch bekeken als zijnde huidskleur, naam en origine, afkomst, ja. Dan is het absoluut een feit dat in mijn klas, bijvoorbeeld onder de jongeren, een meerderheid al is van mensen met roots in andere plaatsen van de wereld. Dus dan kun je stellen, het is een omvolking. Maar laten we ons een beetje inzoomen over wat in de hoofd staat van die mensen. Want beschaving is iets, hoop ik tenminste, die in de hoofd van de mensen staat en niet in hun bloed of niet in hun kleur. Dus als wij inzoomen op wat in de hoofden van mijn leerlingen bijvoorbeeld is, dan zie ik eerst een grote verschil tussen elkaar, dan zie ik niet één verhaal. Zelfs leerlingen die van dezelfde origine zijn, zie ik verschillende verhalen, verschillende manieren om naar de wereld te kijken, maar ik zie vooral veel dominante bijna invloeden van wat dit land te bieden heeft aan ideeën. Ik zie bijvoorbeeld dat zij hun oorspronkelijke taal bijna niet meer machtig zijn, behalve uitzonderingen, dat de meesten spreken in het Nederlands of in het Frans, in Brussel. Ik zie dat zij, als het gaat over cultureel belevenis, dat ze niet veel verschil vertonen met hun autochtone vrienden, dat ze eigenlijk samen eerder een generatie verschijnen. Natuurlijk zijn er nog altijd culturele elementen die verschillen, hè? Dat moeten we ook niet ontkennen. Maar dat ze meer op elkaar lijken dan ze van elkaar verschillen. Hè? Ze verschillen natuurlijk heel veel met mij, als iemand van een andere generatie, maar ook als een migrant van de eerste generatie. Want ik ben een migrant van de eerste generatie. Ik behoor tot die categorie die eigenlijk echt een vreemdeling is en die eigenlijk ingeburgerd of inwijkeling is ergens. Ja. Maar die zijn meestal geboren hier. Dus, en ze delen met elkaar iets anders dan dat. En dus als het gaat over generatieverschillen, soms merk ik bijvoorbeeld dat zij veel afstanden of veel ver weg van mij staan, terwijl dat ik rond bepaalde punten bijvoorbeeld waarschijnlijk dichter bij meneer De Winter dan bij een van mijn leerlingen. Als we praten over wat ze kijken op televisie bijvoorbeeld, ik veronderstel dat meneer De Winter misschien, ik weet niet, Seinfeld, maar zeggen, ja, er is iets gaande. Ja, het verandert voor ons allemaal. Ene beschaving, welkom, volgende beschaving. Die beschaving is een integraal status quo, de andere is ook zoiets. Nee, dat is een niet-realistische vaststelling. Eigenlijk zegt meneer Jaja, er is een verandering die waar ik probeer u te parafraseren, waar die nieuwkomers een rol in spelen, maar er is eigenlijk ook een heel groot, voor een deel integratie en voor een deel ook een generationeel verschil. Ja, dat is het verhaal van de geslaagde multiculturele samenleving natuurlijk. Hoeft niet geslaagd te zijn. Hè? Ja, ik bedoel, goed. Ja, we leven allemaal samen, de Coca-Cola-mythe, hè? De zwarte, ik mag het woord neger niet gebruiken, de Indiaan, de Eskimo, de blanke, die allemaal hand in hand rond de wereldbol dansen, zingen de Kumbaya. En vooral Coca-Cola drinken natuurlijk. Maar dat beeld. Hè? Dus er zit evolutie in onze beschaving, dat is evident. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. U stelt het veel te rooskleurig voor, meneer Jaja. Laat ons maar eerlijk zijn en laat ons de meest extreme voorbeelden nemen. In mijn eigen stad, Antwerpen. Maar we kunnen ook naar Molenbeek, naar Schaarbeek, naar Sint-Joost-de-Noode. U kent de gemeenten. Borgerhout, u niet onbekend. Turnhoutse baan, herinner u. Bedoel, ik nodig u uit voor... Alsof dat het gisteren was. Nee, alsof het gisteren was. Ja. Maar ik kom daar nog wel eens. En ik kan u verzekeren, zelfs u zou zich daar nu niet meer thuis voelen. Niet alleen omwille van de drugmafia, dat is nog een ander paar mouwen. Maar gewoon omwille van het feit dat wij daar als Europese, Vlaamse cultuur, beschaving, manier van leven volledig weggeveegd zijn. Dat wij daar vervangen zijn. De district Borgerhout tonen het Ramadan gegeven. Dat de taal die daar gesproken wordt, niet het Nederlands, maar het Arabisch is. En dat wij daar als Vlamingen een minderheid in onze eigen stad zijn geworden.
En dat deze realiteit in de Zeevoek, in Antwerpen-Noord, in Borgerhout, in Deurne-Noord enzovoort en zoveel andere wijken van onze grootsteden een realiteit is. En de realiteit van nu 30% moslims in Antwerpen, die zal zich vertalen binnen nu en, volgens mijn berekeningen, binnen nu een kleine 30 jaar in een meerderheid van moslims in Antwerpen. Ik wil u maar één cijfer meegeven, dat toch hallucinant is. Voor mij is dat echt chockerend. We hebben 76 scholen in Antwerpen. Ik heb de cijfers opgevraagd bij de schepen van onderwijs, die een socialist is, dus het zal wel waar zijn, zeker. 76 scholen. Juist niet. We hebben 20.605 leerlingen in de lagere en middelbare scholen in Antwerpen. En van die 20.605 leerlingen zijn er 11.305 moslim die islamitisch onderwijs volgen. Zo kennen we de cijfers. Dat betekent dat 54% van de schoolpopulatie in het Antwerpstedelijk, lager en middelbaar onderwijs, zijn moslims op dit moment. Dus wie de toekomst wil zien, want demografie is de toekomst, hè, the hand that rocks the cradle rules the world, hè, dat heeft een Amerikaan ooit gezegd, niet ik. Maar dat is de realiteit, demografie is de toekomst. Dit is de toekomst. De toekomst van Antwerpen is de schoolpopulatie die morgen de volwassen populatie zal zijn. En wij zijn gedoemd om een minderheid in onze stad te worden en de islam zal dominant aanwezig zijn. We hebben nu 65 moskeeën, we kennen het hele verhaal. Dus dit is niet meer een lichte wijziging die normaal is in iedere cultuur en beschaving. Nee, dit is een vervanging. Dit is een substitutie via de weg van immigratie en demografie. Zo simpel is het. Dus u stelt het te rooskleurig voor? Nee, helemaal niet rooskleurig, maar zeker ook niet zo'n doembeeld gaan schetsen. Dus het is natuurlijk hoe dat je dat bekijkt. Kijk, om te beginnen, ik wil ook hier geen debat voeren over cijfers. Ik heb het boek van meneer De Winter goed gelezen en ik kan ook zeggen dat grotendeels statistisch in orde is. Dus dat het in orde is statistisch. Dus dat is niet het debat. Over de cijfers? Over de cijfers, over de huidige cijfers. Ja. Over de projecties, dat is een ander verhaal. Dat is iets anders. Want projecteren naar de toekomst, dat is altijd een kunst. Hè. En vaak bij politici moet je een beetje op je hoede zijn als je projecteren. Zij het nu over budget of over bevolking, wat dan ook. Dan meestal dient dat een bepaalde agenda. Maar goed, dat is ook het goed recht van een politicus. Maar over de huidige cijfers, oké, inderdaad, dat is een realiteit. Dat kun je ook niet ontkennen. In veel gemeentes, en dat is heel belangrijk, in veel gemeentes in België, maar niet in België. Okay? Dus die cijfers die vandaag inderdaad heel hoog staan van bijvoorbeeld islamitische migranten en hun kinderen en hun nakomelingen in Antwerpen of in Brussel, in Molenbeek, waar ik woon of ander, dat zijn realiteiten. Maar als je bijvoorbeeld in Brussel gaat naar een gemeente zoals Woluwe of Watermaal-Boisfort, dan zie je een totaal ander beeld. Hetzelfde in Antwerpen en jullie kennen ook de gemeentes in Antwerpen hoe dat het verschilt. Nu, het is wel zo dat je over dat rooskleurige... nee, ik heb dat... als leerkracht kun je nooit iets rooskleurig... Je bent altijd bewust van de uitdagingen, zeg maar. Turken en Armenen, en die zitten in dezelfde klas. En meestal lukt het wel, maar dan moeten ze niet over... Okay. Maar allee, dat is nog gewoon tienerpraat. Maar goed, nee, omdat ook over maatschappelijk niveau... Natuurlijk zijn er pijnpunten die geleerd zijn aan migratie. Natuurlijk zijn er pijnpunten in de eerste plaats die geleerd zijn aan wanneer dat een autochtone bevolking, een inheemse bevolking, ergens in een stad of een wijk een gevoel krijgt dat een andere bevolkingsgroep of verschillende andere bevolkingsgroepen in meerderheid zijn geworden en dat zij, die inheemse bevolking, in minderheid is geworden. Er is altijd een gevoel van vervreemding die legitiem is. Er is altijd een gevoel van, we herkennen onze stad niet meer die legitiem is. En hoe heb ik ontdekt dat legitiem is? Juist omdat ik 7 jaar in Libanon heb gewoond. Hè? Want ik ben hier een allochtoon, maar daar ben ik een autochtoon. En dus in die periode daar heb ik mij kunnen verplaatsen in hoe dat autochtone Vlamingen zich voelen. Want ik was hier te jong gekomen, ik was 19. Ik zag de wereld vanuit het perspectief van een migrant. Hè? En dan natuurlijk, zoals elke mens, hè, zie je één perspectief en dat is de ene. Je probeert empathie te krijgen, maar dat is niet altijd evident. Maar
Toen dat ik naar Libanon ben gegaan in 2007, heb ik de wereld gezien vanuit het perspectief van een inheemse bevolking. En Libanon is een land waar dat diversiteit nog veel forser is dan in Vlaanderen. In Libanon is het bijna 1 op 2. Libanezen beginnen, inclusief mijn eigen familie, beginnen te zeggen van, we herkennen onze stad niet meer, we horen bijna nergens Libanees. Je moet ook merken dat het daar gaat over vooral vluchtelingen die van naburige landen zijn, dus die eigenlijk zelf de taal spreken, maar een ander dialect. Dat is alsof dat Hollanders naar hier kwamen. En dat de Vlamingen beginnen te zeggen, van, we horen geen Vlaams niet meer, alleen maar Hollands. Dat is eigenlijk zoiets en toch leeft dat wel. Dus hoe ben ik om te zeggen van, tegen de Vlamingen, je moet dat vervreemding niet voelen, je moet dat gevoel niet hebben. Nee, ik begrijp dat wel. Maar nu, wat is dan, hoe moet je daarmee omgaan? En is dat... Meneer De Winter zelf zegt van, kijk, dat idee van remigratie of deporteren van de mensen, dat is niet een oplossing. Dat is ook niet een oplossing in Libanon, dat is ook niet een oplossing hier. Niet alleen omdat het niet haalbaar is. Hè, want het zou jammer zijn, moest de enige reden waarom dat geen oplossing is, is de haalbaarheid ervan, in de zin van juridische haalbaarheid. Het is inhumaan, zeker vanaf de tweede generatie. Hè. Ik vind zelfs iemand van de eerste generatie die 30 jaar ergens in een land heeft gewoond, krijgt wel duurzame banden met het land. Hè. Ik heb dat ook, hè, met ondertussen. Hè. Maar stel je voor dat mij had gedeporteerd en in de jaren 90 of zo, I couldn't care less. Okay, weet je, voor mij, ik was maar pas in België. Ik kwam hier omdat ik dacht, van ik ga hier een paar jaar vertoeven. Dan. Dus die banden zijn niet sterk. Maar mijn kinderen bijvoorbeeld vandaag, die zijn kinderen van hier. Dus als ik hoor van, kijk, we moeten dat toegeven, het kan niet meer. Het kan niet meer. Ik hoop ook dat het ook niet meer wenselijk is vanuit het perspectief van de mensen die die vervreemding voelen. Alleen die vervreemding... Maar wat kunnen we er dan wel aan doen? Als je zegt, die vervreemding en dat gevoel is legitiem. Ja. Hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen? Een vervreemding is een gevoel en het is moeilijk om een gevoel te gaan bestrijden. Weet je? De gevoel moet je erkennen. En je moet om te beginnen niet beginnen roepen tegen de mensen, je bent een racist omdat ze dat uiten. En dat is iets, een reflex dat we heel lang hebben gehad in de tijd van iemand die zegt van, ah, amai, dat is precies niet meer Antwerpen hier. Dat we direct van, kijk, je bent een racist of je bent... Molenbeek is België niet meer. Ik vind dat Rousseau een aansteller is. Hè. Rousseau voelt zich thuis in een plaats zoals Brussel, hè, als een jonge hip global. Hè. Dus ik geloof niet dat Rousseau enig probleem had. Rousseau wil gewoon scoren en wat kiezers van mijn buurman hier pikken. Dus daar heb ik niet veel... er zijn mensen, want ik besef nu wat dat is. Hè. En niet alleen ik, de meeste mensen met migratieroutes in België zijn realistisch genoeg om te begrijpen dat emoties kunnen opwaaien en dat de mensen inderdaad vervreemding ervaren. En dat niet altijd een plezante ervaring. Dus dat we samen aan zoiets tegemoet moeten komen, ik ben in mijn boek verdedigen een idee dat ik noem de native claim, de inheemse claim. Hè. Ja. Dus dat overal in de wereld heb je native bevolkingen, dus inheemse bevolkingen. En waar dan ook in de wereld, als je zegt van we moeten de rechten van de inheemse bevolking verdedigen, applaudisseert iedereen voor u, inclusief links. Ze zijn de eerste om te applaudisseren en daarvoor zelfs te bepleiten. Totdat je in Europa komt. Als je in Europa komt, plotseling bestaat er geen inheemse bevolking meer. Dus als een Europeaan zegt van, wij zijn de inheemse bevolking, we hebben ook op basis daarvan wat rechten, we hebben wat eisen op basis daarvan voor onze cultuur, voor onze look and feel van de straten, noem maar op, dan is dat plotseling een uiting van racisme. Nu, ik heb daar een theorie over. En ik vind, voordat ik dat theorie vertel, misschien later, ik vind dat je juist tegemoet moet komen aan dat gevoel. En tegemoet komen aan dat gevoel betekent niet dat je de burgerrechten moet terugschroeven. Dat de burgers niet meer gelijk zijn. Dat iemand die de nationaliteit heeft, maar andere roots heeft, niet meer gelijk is aan iemand die de nationaliteit heeft en dezelfde roots. Nee, als burger nee. Maar als gemeenschap wel. Ik zeg, alle burgers zijn gelijk, maar niet alle gemeenschappen zijn gelijk. Dat is de lijn dat ik verdedig in mijn boek. Wat wil dat zeggen? In Vlaanderen heb je één inheemse gemeenschap en dat is de Vlaamse gemeenschap. En ik bedoel niet de Vlaamse gemeenschap als instelling. Hè. Ik bedoel de Vlaamse volk, natie. Is dat dan het begrip leidcultuur dat u verdedigt? Nog niet, hè, want leidcultuur en al die woorden met Duitse roots hebben soms wat rare kantjes. Hè. Goed. Dus daarom dat ik ook omvolking in geen interessante term vind. Hè. Maar begrijp ik. Meneer De Winter ook zou nu beseffen van shit, ze gebruiken dat tegen mij, terwijl dat eigenlijk...
beweert strijden tegen de omvolking, terwijl de omvolking in Duitsland... Ja, goed. Maar goed, nee, het gaat niet over leidcultuur. Het gaat over een inheemse cultuur, dat je dat als dusdanig moet erkennen. En dat wil zeggen dat het altijd, los van demografische verschuivingen, los van politieke realiteiten, een primaire positie moet krijgen in een bepaalde land. Bijvoorbeeld, stel je voor dat in Brussel, ik wil Brussel nemen omdat daar de scenario heel realistisch zijn, dat de mensen met migratieroutes... vandaag bijna 80% van de bewoners van Brussel vormen. Stel je voor dat dan een partij komt in vertegenwoordiger allemaal en die gaan zeggen en we gaan nu de Nederlandse taal en de Franse taal gewoon niet meer als officieel en de Engelse taal in de plaats van, want dat is een lingua franca, we kunnen dat... En sommige mensen pleiten daarvoor al in Brussel. Klopt, ja. Vanuit die native claim, ik ben daar een absolute tegenstander van. Het Nederlands en het Frans moeten op basis van de native claim voor altijd de officiële talen van Brussel zijn. De naam van de stad moet niet veranderen. De erfgoed moet beschermd worden. En als ik een VZW in Brussel start voor de verdediging van de Libanese cultuur en meneer De Winter verhuist naar Brussel en hij begint een VZW voor de verdediging van de Vlaamse cultuur en wij gaan alle twee naar Svengats en we dienen een subsidiedossier in. Nu, ik ben tegen subsidies, nooit in mijn leven subsidies gekregen, maar goed. Voor de retorische oefening. Dus we gaan naar meneer Gats en we dienen een subsidiedossier. Natuurlijk, in de realiteit ga ik dat krijgen. De Winter gaat niks krijgen. Maar laten we gewoon zeggen, stel dat Sven Gats een ontwaking krijgt van zijn Vlaams nationalisme, want hij komt van het Volksunie. Klopt. En hij zegt, weet je wat, ik ga de Philippe alle geld geven, of 60% en de Abu Jaja gewoon maar 30%. En ik roep racisme. Ik zit dan fout, volgens de native claim, nee. Want hier gaat het over de bevordering van de Libanese cultuur in Brussel tegenover de bevordering van de Vlaamse cultuur in Brussel. En de Vlaamse cultuur in Brussel is een native, een inheemse cultuur. Wil ik een 100% potje of de meerderheid tegenover meneer De Winter, dan is dat in Beirut of in Saida. Daar krijg ik wel, dan moet ik wel meer subsidies, want daar is de Libanese cultuur native. Wil dat nu zeggen dat ik geen recht heb om de Libanese cultuur te verdedigen in Brussel of te promoten? Natuurlijk wel. Ik kan Feirouz, muziek, lekker eten, ik kan van alles, dabke, mooie dans. Dat mag. Maar het feit dat bijvoorbeeld in cultuurbeleid meer subsidies gaat naar de behouden van een erfgoed, van de Vlamingen of van de Franstaligen in Brussel, wat dan ook, is gewoon normaal. Zeg dat vandaag de dag in bepaalde kringen en ben je ook dus een racist. Okay? Maar ik vind dus, als wij tegemoetkomen aan de native claim, als we wel erkennen dat die gevoel legitiem is, als wij zeggen van, wij gaan ook beleidsmatig iets aandoen, ik zeg niet dat dat een oplossing voor alles is, maar op zijn minste zetten we een stap vooruit en dan kunnen we bijvoorbeeld, en daarmee ga ik afronden, daar kunnen we bijvoorbeeld in een wijk zoals Molenbeek, waar ik door impuls van mijn echtgenote elke zondagmorgen pistoletjes moet gaan halen en Belgische brood en dan, ik moet naar Koekelberg gaan, want in Molenbeek vind je geen deftige Belgische bakker niet meer, dan kun je promoten dat Belgische bakkers bijvoorbeeld meer subsidies krijgen om te openen in bepaalde wijken en niemand gaat daar tegen zijn. De native claim, meneer De Winter. Ja, terwijl ik... Als optie... Ik ken de terminologie natuurlijk wel en ik... Ik sta niet echt te kijken van de bijna paternalistische manier waarop Abu Jaja dit verhaal brengt. Zij zijn de baas, hè. En dat blijkt ook uit het discours van meneer Jaja. Zij zijn de kolonisatoren. Zij zijn degene die Brussel, Antwerpen en andere steden in Europa in feite volledig in hun macht hebben. Hè? Ze hebben de meerderheid in de merendeel van die steden. Dat is alleen, waar. Alleen in Brussel. Alleen in Brussel, oh la la. Wat dat betreft, ik zal u eens meenemen naar Marseille. Ik zal u eens meenemen. En u weet naar een aantal andere Brussel, grote wie dat de baas is. Nog altijd Franstalige. Wacht. Franstalige niet de baas in Brussel. Grote steden in Europa, meneer Jaja, waar de islam wel degelijk de meerderheid van de bevolking ondertussen vertegenwoordigt. En het is een beetje met een wat denigrerende toon dat men een aantal begrippen vanuit Amerika heeft gehaald. Die native claim, van waar komt dat, dames en heren? De native claim, dat is wat de Indianen aan rechten claimen voor zichzelf, nu ze een kleine minderheid in reservaten zijn geworden. En de native claim betekent dan dat ze in een tipi, dat ze daar wat geld voor krijgen, of dat ze wat pluimen dragen en hun oorspronkelijke klederdracht, dan wordt dat gesubsidieerd. En als ze nog wat de Cherokees of de Mohikanen nog wat van hun oorspronkelijke taal over hebben, dan krijgen ze daar ook nog wat centjes voor. Dat is de native claim.
Dat betekent dat je feitelijk een soort beschermde minderheid in je eigen land wordt, met rechten. Hè. Je krijgt, zoals meneer Jaza dat zo mooi zegt, hè, een beetje, zo, je krijgt nog rechten, wees gerust in Brussel. Die een bakker daar, hè, die een Belgische bakker, je moet nu 4 gemeenten verder, die gaan we wat geld geven, dat je ook je pistolet achter de hoek kunt komen. Allee, ja, zij blij. We hebben dat al eens gehoord met de Franstaligen in der tijd, hè. Die zeggen het feitelijk hetzelfde. We gaan nu uw rechten geven, nog mocht u taal blijven spreken. Hè. En we gaan zorgen dat je een beetje eten en drinken krijgt. En dat je nog uw cultuur mocht behouden. Een soort bokrijk voor de Vlamingen. Waar wij... Ja, maar dat wordt het. Ja, maar, gelacht, maar dat wordt het. Een bokrijk voor de Vlamingen. Waar wij als beschermde kleine minderheid overblijven. En waar... onze nieuwe heersers, de kolonisatoren, ons welwillend nog wat geld en faciliteiten toestoppen, zodat we niet te boos en niet te stout worden. Mag ik dan nu, vragen? Mag ik dan vragen, hoezo? Want u brengt het probleem aan. Ja. U zegt, er is een ontvolking. Meneer Jaja zegt, oké, die plaatselijke, oorspronkelijke bevolking heeft rechten en we moeten dat binnenbrengen in het debat. Maar hoe zou u dat dan oplossen? We gaan daar nog... Uiteraard, in het debat heeft nog wel even tijd te komen. Ja, maar laten we ons eerst nog even bij wat meneer Jaja in het verleden over deze thematiek allemaal heeft gezegd. Toen waren we 20 jaar geleden. Het is niet onbelangrijk om die evolutie te zien. Omdat dat ook de evolutie is die gemerkt bij omvolking, waar de nieuwelingen de meerderheid gaan vormen en zich steeds zelfbewuster, steeds assertiever... Steeds agressiever ook gaan gedragen. En dat is die evolutie, zie ik bij meneer Jaja ook, en dat mag. Ik vind het een interessante evolutie. Dus je vindt dat ik agressiever die, ben dan vroeger. Ja, maar een evolutie die door de... door de klassieke politiek correcte media uiteraard nog niet gemaakt is. Ik heb uw boek nog eens ter hand genomen van 2014. Het boek De Stad is van ons. Dat was de titel. De stad is van ons. Herinner je dat nog? Ik wel, hoor. Maar wie zijn de stad, ons? De stad is van ons. En de ons bijtitel allemaal. Was toen Manifest. Manifest van de nieuwe meerderheid. Dat is geen 30 jaar geleden. Dat is 8 jaar. Allee, 9. Nee. We zijn kwaad vandaag. Maar wie is die nieuwe meerderheid? Ja, maar dat is 10 jaar geleden. Ja, als je en toen zei dan u, moet je bezig. Nog eens 10 jaar daarvoor zei u, in een groot artikel in de krant, ik herinner het me nog goed, Belgen die het hier niet bevalt, die moeten maar emigreren. He? Die toon is weg. We zijn nu in een verhaal van, het is al bijna zover, het is van ons. En nu moogt gij nog blij zijn dat je hier moogt als minderheid in onze samenleving bestaan. Dat is dat lijkt sympathiek, maar dat is het absoluut. En we zijn misschien in het verleden, en dat is iets wat de islam nooit overkomt, dat weet ik maar al te goed, ik ken de islam wel een beetje, maar wij zijn in het verleden veel te gastvrij, veel te tolerant, veel te open geweest. En we zitten nu met de gebakken peren in onze grote steen. En binnenkort, geloof het mij, dat is een demografische realiteit, ook in de rest van ons land en in Europa. Daar gaat tijd over. Hè. Ik bedoel, die omvolking en zelfs het verdwijnen van beschavingen en culturen, dat gebeurt niet op 24 uur, op een week, op een maand, op een jaar, zelfs niet op een decennium. Daar gaan soms vele decennia en soms zelfs meer dan eeuwen over. Maar dat het volop aan het gebeuren is een realiteit. En het gebeurt, Nezaza, niet alleen, en dat is ook een deel van de analyse die ik maak in dit boek, niet alleen omwille van de massa-immigratie. Dat is maar een onderdeeltje. 150.000 mensen halen we binnen per jaar en dan nog 38.000 vluchtelingen. De helft van die vreemdelingen die we legaal binnenhalen zijn niet-Europese vreemdelingen. En er komen er nog 20.000-30.000 illegalen bij. Dat is, in verhouding met wat op ons afkomt in de toekomst, want dat zal veel meer zijn dan dat, is dat beheersbaar, niet echt, maar we kunnen dat nog net georganiseerd krijgen. Ik dacht dat we al een meerderheid waren en dat we de baas waren. Luister. Nu is dat beheersbaar. Luister. Dat die 150.000, 200.000 op jaarbasis, dat is nog net te organiseren. Op termijn wordt dat natuurlijk een gigantisch probleem, maar het veel grotere probleem dat we momenteel meemaken, is de demografische ontwikkeling natuurlijk. Hè.
Ons volk, de autochtone Vlaming, die sterft uit. We zitten nog 1,4 kinderen per gezin op de wereld als autochtone Vlamingen. Terwijl niet-Europese vreemdelingen, zeker de moslimbevolking, die gaat naar 2,4 à 2,6. Dat betekent dat de bedreiging niet alleen van elders komt, maar dat de bedreiging van onderuit komt. De demografische cijfers zijn van die aard dat wij zelfs zonder massa-immigratie, hoe dan ook geminoriseerd zullen worden. En dat is hetgene wat volop in de steden aan het gebeuren is. We zijn in Antwerpen op 20 jaar tijd van 460.000 naar nu ongeveer 540.000 inwoners gegaan. Al wat erbij komt, heeft een immigratieachtergrond. De witte vlucht is massaal. Hè? Wat er overblijft aan Vlamingen, zelfs van de bakfiets-Vlamingen en de politiek correcten die in Borgerhout gaan wonen, omdat er zo multicultureel is. Van zodra ze hun kinderen naar school sturen, zijn ze allemaal richting de rand om daar kwaliteitsonderwijs te gaan opzoeken. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit. En dus die witte vlucht is massaal. En wat krijgen we in de plaats? Niet alleen via de weg van die migratie, maar vooral via de weg van de geboorte. Steeds meer vreemdelingen. En dat is, ja, dat is een noodlottige evolutie die ervoor zorgt dat wij op termijn, zeker in de steden en op termijn ook in de rand van die steden, gedoemd zijn om als cultuur, als volk, als manier van leven te verdwijnen en vervangen zullen worden. Dat is geen leuke boodschap. Lezen. De ons is wij allemaal en de nieuwe meerderheid zijn de steden. Superdiversiteit. Ja, over cijfers, want meestal is Mirjam de Winter in zijn boek tenminste correct met de cijfers, nu in de insinuaties hier niet. Want hij zegt van, zijn allen meerderheid, zijn allen baas. Mirjam de Winter, u weet zeer goed, op België, in Vlaanderen verschilt ook niet veel, spreek je van 6 à 8% moslims. Okay? 7,6. Dat is de waarheid. Dus laten wij, ik hoop dat de mensen in de zaal goed luisteren, 7,8 van de bevolking. Dus om te spreken van baas en dominant en zo, dan moet je echt een heel zwakke volk zijn om gedomineerd te worden door 7%. Dat is het niet. Hè? Nee, wie baas in Vlaanderen is nog altijd zijn de autochtone Vlamingen. Wie baas in Brussel nog altijd zijn de Franstalige autochtone Brusselaars. Wie alles domineren, de baronie van de PS, die is gedomineerd door de oude dinosaurussen van de PS. En dit is nog altijd monsieur Etienne, monsieur Joël en monsieur... En ik heb geen probleem dat de etniciteit zo heet. Ik heb een probleem met de praktijken van zo'n partij. En hoe dat zij inderdaad de mensen uitmelken, politiek en economisch op allerlei andere terreinen. Dus laat ons gewoon dat serieus behouden en dan kunnen we een interessant debat voeren. Het is niet een pleidooi van wij zijn de baas en jullie krijgen rechten. Nee, meneer de Winter. Mooie karikatuur trouwens, ik heb dat ook leuk gevonden. Maar nee, het is juist de stelling te zeggen waarom zegt links altijd als iemand een claim maakt van ik ben inheems en ik heb rechten, van je bent racist. Omdat links altijd de analyse maakt van je bent de meerderheid. Dus je kan niet een inheemse bevolking. Dus een inheemse bevolking, eerst moet je een volk uitroeien en dan pas rechten geven. En ik zeg in mijn boek, nee. Een meerderheid die aan de macht is, die dominant is in het land, want de Vlamingen zijn dominant in België, allee, in Vlaanderen op zijn minst. Okay? Behalve als je Bart De Wever niet meer beschouwt als een Vlaming. Maar een volk die een meerderheid en de macht heeft, ook heeft rechten op een inheemse claim of een native claim. Dat is wat ik zeg. Het argument van, ah ja, maar die zijn een meerderheid, die hebben macht, dus je kan niet racistisch tegen hen zijn, want ze hebben macht. Je kan niet... Libanon. Ja. Libanon. Ja. Mag ik er één woord over zeggen? Ja. Ik weet dat u uiteraard Libanese roots hebt. Ik weet wat het lot is. Niet, je hebt gesproken over het feit, ja, maar kijk, wij als Libanezen, islamitische Libanezen natuurlijk, wij voelen ons toch ook wel een beetje... Ja, bedreigd wanneer al die Syriërs naar ons land komen, enzovoort, enzovoort. Maar goed, à la limite, deelt u dezelfde cultuur, dezelfde manier van leven, hetzelfde geloofsovertuiging, die in de praktijk een politieke ideologie is, de islam. De echte slachtoffers van de Libanisering van Liban, dat zijn de druzen, hè? Dat zijn de christenen, dat zijn de minderheden die eraan gaan, nauwelijks nog in Libanon een rol spelen, okay. Die geminimaliseerd zijn en wat u die het land zijn uitgedreven. Als de islam overheerst, punt aan de lijn. Libanon was het Europa van het Midden-Oosten. Libanon was... En zeker Beirut. Beirut was het Parijs van het Midden-Oosten. Ik wil vandaag geen debat over Libanon voeren. Ik denk dat ik Libanon veel beter dan u ken. Maar goed, we kunnen dat op een andere keer. Het gaat over dat organiseren. Het gaat over fragmentering. Libanon is een goed voorbeeld. Ik blijf hier. Ik wil geen conflicten importeren. Maar het gaat over fragmentering van de bevolking. Ja, maar dat is wat hij wil aanbrengen. Libanon kun je niet vergelijken met... Laten we blijven discussiëren over migratie en over inderdaad... Want... maar ik wil dus
Over die cijfers laten we gewoon duidelijk iets maken. Er is geen dominante minderheid. Ja, natuurlijk, in stedelijke omgeving, bepaalde stedelijke gemeenten, zie je dat wel. Het is een feit. En inderdaad, ik erken ook de evolutie dat in de meeste grote steden gaat er wel, op een bepaald moment waarschijnlijk, een meerderheid van mensen van andere origine, maar dat wil nog niet zeggen een meerderheid van moslims. Want let op, in Brussel bijvoorbeeld, mensen denken, ah, in Brussel is het al. Nee, in Brussel is de aantal moslims rond de 22% à 23%. Hè. Dat staat in uw boek, meneer De Winter. Dat staat in uw boek. Dus anders ben je niet eens met je eigen cijfers. Maar ik wist dat ook, dat klopt wel ook wat in uw boek staat. Dus dat is één op vier. Hè. In Brussel nog. Hè. Terwijl dat de beeldvorming niet alleen van mensen buiten Brussel, maar zelfs van Brusselaars zichzelf, van moslims. Als ik dat zeg tegen mijn moslimleerlingen, van gasten, jullie zijn maar één op vier hier in Brussel. Nee, dat kan niet. Waarom? Want hij kijkt naar zijn eigen wijk, hij kijkt naar zijn eigen straat en hij denkt, ah, we zijn hier in de meerderheid. Maar meneer De Winter doet een beetje mee, want hij zegt van, kijk eens in Borgerhout, kijk eens aan de Tornhoutsebaan, kijk eens in Molenbeek. Well, Molenbeek, meneer De Winter is, ik woon in een wijk in Molenbeek, waar dat je niet kunt zeggen bijvoorbeeld dat er een meerderheid is van allochtonen. Dus het hangt er vanaf waar in Molenbeek. Hè? Dus het is ook, ik wil hier niet Mr. Nuance zijn, maar we moeten toch, denk ik, bij de realiteit blijven. Nu, betekent dit dat er geen uitdaging is door de komst van mensen van andere landen die een andere culturele achtergrond hebben en die ook een bepaalde kijk naar de wereld meebrengen en een bepaalde kijk naar de politiek meebrengen, die niet noodzakelijk altijd de waarden en normen of zeg maar de basis, de politieke basis van Europa onderschrijft? Natuurlijk niet. Natuurlijk is er een probleem. En daarom, mijn stelling is, het probleem bij, stel je voor dat voor mij, dat is mijn persoonlijke mening, en ik zeg dat niet omdat ik een allochtoon ben, wat is dat, een allochtoon? Maar stel je voor dat je 20 mensen uit pakweg Noorwegen importeert, 20 migranten. Mm-hmm. Maar die zijn allemaal aanhanger van extreemrechts in Noorwegen. Ze geloven niet in de verlichting. Ze zijn reactionair, ze willen teruggaan naar een maatschappij waar dat, de mannen en vrouwen een traditionele rol eerder. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, iedereen mag, maar dat is wel aan te raden. Dat zij niet geloven in de scheiding van macht, van machten, niet geloven in de rechtsstaat enzovoort. Dat ze zo 20 mensen en tegelijkertijd 20 mensen van pakweg, ik wil niet zo ver gaan, van pakweg christenen uit Irak. Om dat altijd achter dat islam te gaan verbergen, een beetje te ontzenuwen. Okay. Christenen uit Irak, maar die allemaal overtuigd zijn van de waarden van de verlichting, die allemaal voor de liberale democratie zijn, voor de rechtsstaat, voor de mensenrechten. Welke van die twee groepen zal onze beschaving gaan op losse schroeven zetten en welke niet? Mijn antwoord, en dat is een ideologische keuze natuurlijk, mijn antwoord is, die groep die achter de waarden en normen van de verlichting en van de liberale democratie en van de mensenrechten staat, is de groep die hoort en die onderdeel moet maken of kan maken van deze maatschappij, los van waar dan ook dat ze komen. En de groep die tegen die waarden en normen, zoals dat er veel zijn, die reactionair is, oké, voor mij is dat niet direct, natuurlijk iedereen mag komen voor mij, maar het is niet direct welkom, omdat het wel een probleem kan zijn in de toekomst als ze zo'n gevaarlijke ideeën dragen. Natuurlijk, nu komen we terug naar de realiteit, vanuit dezelfde logica, en niet vanuit een anti-islamitische lijn, vanuit dezelfde logica begrijp ik mensen die zeggen van, er is een probleem van islamisme onder de moslims. Dus er is een beweging die islamisme heet, en dat is een ideologische beweging. En als je veel moslims ergens hebt, dan heb je meer kans dat je veel islamisten ook meebrengt. En vanuit die perspectief er is wel een gevaar. En in mijn boek, als je ziet, ik spreek over verlichting onder vuur, en ik noem drie bewegingen. De woke-bewegingen, islamisme en extreemrechts. En voor dezelfde redenen zijn ze gevaarlijk. Niet voor hun origine, niet voor hun kleur, niet voor hun geloof. Ze zijn gevaarlijk omdat ze tegen de liberale democratie zijn en omdat ze tegen de verlichting zijn. In C. En dat is eigenlijk een manier, dat is ook tegelijkertijd de oplossing. Als dat het probleem is, dan is de oplossing ook daar te zoeken. We moeten zorgen dat mensen die naar hier binnenkomen, dat zij die waarden en normen en die basisfundamenten van de verlichting van de liberale democratie onderschrijven. Als zij dat niet onderschrijven, dan moeten we daar gewoon grenzen stellen. Dus dat is voor mij... En wat bedoelt u dan met grenzen stellen? Wat bedoelt u met grenzen stellen? Ja, kijk, een overheid, als wij zomaar gewoon zonder enige... Om te beginnen, ik heb het hier over... legale migratie. Ik heb het hier over mensen die, waar dat ze komen, zeggen van, mag ik hier blijven? Okay? Mag ik hier blijven? Ik vind dat het heel belangrijk bij nieuwkomers. En niemand heeft dat aan mij bijvoorbeeld gevraagd.
Toen dat ik hier aankwam. Ik kwam hier legaal, voor alle duidelijkheid. Ik kwam nooit illegaal naar hier. Ik heb wel alle stappen gedaan die mogelijk waren binnen de wet om hier te blijven. En niemand heeft mij een vraag gesteld over mijn, wat ik denk van de democratie, bijvoorbeeld. Terwijl dat als je naar Amerika met de vliegtuig gaat, hè, gewoon om ergens 2 weken te blijven. Jullie weten, en diegenen die daar naartoe zijn gegaan, je moet allerlei dingen invullen waarvan, van, wat denk je van democratie, ben je een terrorist, wat denk je van dit, wat denk je van dat, alleen voor een visum. Maar wij in België, ik stond voor een rechter voordat ik de Belgische nationaliteit kreeg, dat wel. Hij heeft me wel gevraagd over, heeft mijn taalkennis getest, hij zag als ik een job heb of niet. En hij zei, je spreekt de taal, je werkt en je bent aan het studeren. Ik had mijn licentiaat, maar ik was een master aan het doen. Hij zei van, integratie geslaagd, diploma. Nationaliteit. Tijd, ja. Maar ik vind dat er een extra dimensie moet komen bij de toekenning van de Belgische nationaliteit. Ik heb het hier over toekenning van de nationaliteit. Mm-hmm. Dat betekent wanneer dat je zegt tegen iemand, je bent nu een lid van de club. Ja? Ja. En dat is, hoe sta je tegenover de basisfundamenten van de maatschappij? En die basisfundamenten zijn onze consensus. Dat is niet het verschil tussen links en rechts. Dat is niet van wat een liberaal denkt, of wat een socialist denkt, of wat een Vlaams Belanger denkt. Dat moet normaal gezien de fundament zijn. De liberale democratie, de burgerrechten en de scheiding der machten, de principes op wie... Of waar we onze staat en onze maatschappij bouwen. Kort vraag je dan, als je dan aanvaard bent als lid van de club en je houdt je niet aan de regels, kan je dan je lidmaatschap verliezen? Nee, kan je je nationaliteit verliezen? Dan gaat het over. Vindt u dat moet kunnen? Ik denk persoonlijk. Ja. Als je daar moet, om niet te discrimineren, indien dat je meer dan één nationaliteit hebt, mm-hmm. dan kun je dat ergens legitimeren. Ik zeg niet dat ik daarvoor voorstander ben, want dan moet je echt dieper gaan bekijken. Want je moet eerst goed kunnen... die toetrede-examen moet juist goed zijn. Je kan niet telkens opnieuw die examen gaan doen, anders ben je niet geen echte burger. Want kijk, ik kan ook zo'n analyse maken, meneer De Winter. In hoeverre staat meneer De Winter achter die fundamenten van de verlichting? En van? Maar moeten we dan... stel je voor dat hij een andere nationaliteit had, hè? Dat hij een Assyriër was. Er zijn Assyrische leden van zijn partij. Hè. Stel je voor dat hier voor mij een Assyrische vertegenwoordiger van Vlaams Belang zit. En hij heeft de dubbele nationaliteit, heeft de Turkse nationaliteit ook naast zijn Belgische. Moet ik dan op basis van een politiek debat dan met hem gaan zeggen van nee, we gaan je dat ontnemen? Nee, ik vind dat je tenminste de moeite moet doen om een symbolische grens te stellen. Hè. Dat je zegt van kijk, dat zijn wij. Hè. Wij baseren... Je hebt een spelregel in het systeem, hier in België en alle andere westerse democratieën heb je een spelregel tussen links en rechts, tussen conservatief en progressief. Er zijn veel ruimtes waar je kan verschillen van de rest. En jullie weten het zeer goed, mensen hier verschillen veel met elkaar ook van mening. Maar er zijn fundamenten waar wij, waar wij zeggen van daar, dat zijn de basis. En dat is wat vaak hoor ik bij het discours van meneer De Winter en andere mensen van zijn partij. Vaak wordt daarnaar gerefereerd als het regime. En ik zeg, ze hebben gelijk. Ze hebben het goed gezien. De liberale democratie is een regime. En geen enkele regime op aarde aanvaardt regime change. Regime change staat niet in de wet. Staat niet in de grondwet. Hè. Je mag niet zeggen van, weet je wat, vandaag je gaat in een voetbalveld voor Anderlecht en je zegt, weet je wat, vandaag spelen we volleybal. Nee. Je gaat voetbal spelen, je speelt voetbal. Je zit in de liberale democratie, je speelt liberale democratie. In een illiberale land, zoals... Ja, pak maar Rusland. Mm-hmm. Daar mag je ook niet de regime veranderen. Daar gaan ze ook niet mee lachen. Nee. Wel hier ook niet. Hè. Okay. Het is illegaal om te zeggen van... Ik rond daarmee af. Zoals die vrijheidsconvooi in Canada. Zeiden, we gaan protesteren. Dat is absoluut legaal. Maar te zeggen van, we gaan hier de regering omverwerpen. Nee, dat kun je niet doen. En hier is dat ook zo. Eigenlijk brengt meneer Jaja 2 dingen aan. Eén is, als je hier wil zijn, lid wil worden van de club... Moet je je aan fundamentele basisprincipes houden? 2, zegt hij, ja, jullie stellen een aantal van die fundamentele basisprincipes in twijfel. Maar als ik terugkeer naar uw boek, ja, zegt u eigenlijk, en u hebt er een paar keer naar verwezen al, een deel van die omvolking is ook een deel islamisering. En u zegt, ja, wie hier moslim is, houdt zich per definitie niet aan die fundamenten. Dat hebt u... Spreek mij tegen als ik fout samenvat. Dat hebt u zeer goed gezien, meneer Bouwens. Nu, laat mij het eerst volgen. Als de vos de passie preekt, boer, let op uw eieren.
Ik ken meneer Zaza. Ad hominem, ad hominem. Ik respecteer hem. We zijn in een open debat, dat mag en dat moet kunnen. Droog reden, ad hominem. Ja, maar ik ken als u de vos de passie preekt, let u, op uw R. Je bent nu de grote verdediger van de liberale democratie. Er is meer vreugde in de hemel voor één bekeerling dan, u kent het spreekwoord, zeker onze grondwet zo met passie verdedigt. Maar allee, voor alle duidelijkheid, ik ken ook uw geschiedenis, meneer Zaza. En ik wil zeker niet persoonlijk worden. Maar het is wat het is. Maar, u bent via Nederland als asielzoeker ons land binnengekomen met een flutverhaal. Ik heb het verhaal zwart op wit gelezen. Maar ik heb de documenten al die jaren netjes bijgehouden. U bent inderdaad in staat geweest. Toen kwijt, twee keer even, in een uitspraak in een rechtbank daarover. Even dat geheel terzijde. U bent altijd binnen het kader van onze bijzonder lakse wet alle achterpoortjes gezocht en die ook gevonden. En zoals u zijn er geen tienduizenden, maar vele tienduizenden die hetzelfde hebben gedaan. En tot op de dag van vandaag, omwille van die lakse beleid en lakse wetgeving, het nog altijd toe. Dat is één. Dat mag toch ook even gezegd worden. Ten tweede. Het verhaaltje woke, dat past goed. Hè. Dan word je gevraagd op de afspraak en de zevende dag. Ik word altijd meer gevraagd dan u. Mij valt altijd die oneer niet te beurt, want ik vertel helaas een politiek zeer incorrect verhaal. Een verhaal van woke en islamisme en extreem rechts, dat moet erbij, want anders gaan de deuren dicht van de traditionele media. Dat is feitelijk allemaal hetzelfde. Zijn een bedreiging van de liberale democratie. Extreem rechts is geen bedreiging van de liberale democratie. Wij zijn dan zogezegd extreem rechts. Wij zijn een democratische partij die op basis van de macht van het getal, voor zolang dat door de omvolking ons nog toegelaten wordt, probeert om stemmen te vergaren en die stemmen om te zetten in zetels. U hebt dat ook ooit eens geprobeerd. Het is niet gelukt, heb ik de indruk. Duidelijk, maar goed, het is wat het is. Het is wat het is. De AEL, daarna uw samenwerking met de Partij van de Arbeid. U bent ook op lijsten opgekomen. U bent nu getransformeerd als een chameleon bijna tot een auteur en een schrijver die zo hard de liberale democratie omhelst. Voor mij niet gelaten. Ik zie u nog staan met uw Kalashnikov ter verdediging van Hezbollah. Maar daarom ben ik... U zegt aan mij. U bent niet veranderd. Ik ben niet veranderd. Ik ben niet veranderd. Ik word al 35 jaar verkozen door het volk als volksvertegenwoordiger en als gemeenteraadslid. Dat is mijn mandaat. Wat uw mandaat is, dat is voor mij nog altijd... Ik heb geen mandaat. Nog altijd vrij onduidelijk. Maar zou u nu eens eigenlijk... Dat is nog altijd vrij onduidelijk voor mij. Maar ik wil alleen maar één ding zeggen. Woke, islamisme, extreem rechts. Er is in heel dit verhaal maar één iets dat bedreigend is voor onze samenleving. En dat is niet het islamisme, maar dat is de islam. Want islamisme, dat is een begrip dat uitgevonden is door progressieven, de liberale democraten waar u naar verwijst, om de indruk te wekken dat er een goede en een slechte islam is. Dat er zoiets is als een islam die we wel zullen kunnen integreren. We gaan er een Europees verhaal van maken. Die gaan de verlichting omarmen, hetgene wat u vertelt. En dan komt het allemaal wel goed. Allee, in feite scheuren we de helft van de Koran eruit. En dan houden we nog 10 bladzijden over. En dat is dan de verlichte islam. Waarmee we het in Europa zullen moeten doen. Dat gelooft misschien de intellectuele elite in ons land, maar de man in de straat is dat verhaaltje allang beu hoort. Dat gaat niet gebeuren. De islam is de islam en that's it. En daar moeten we ons rekenschap van geven als Europeanen. De islam is de bedreiging, niet het islamisme of het zogenaamde fundamentalisme. De islam is fundamentalistisch. De islam is een theocratische godsdienst die de democratie niet omarmt en die de scheiding tussen kerk en staat nooit zal aanvaarden en die de gelijkheid tussen man en vrouw evenmin zal aanvaarden. Dat is de realiteit en dat moeten wij durven inzien en niet alleen inzien, maar dat ook beschouwen als het grootste gevaar dat er bestaat voor onze Europese samenleving en dat in combinatie met de woke-ideologie. Want wat is dat woke-gedoe? Waar Bart De Wever nu de mond van vol heeft, met maar één bedoeling, dat is onze partij te counteren, in de hoop van een verhaaltje te vertellen, dat er als zoete koek ingaat bij onze kiezer. Maar in feite is hij zo woke als al de rest, in zijn samenwerking met de socialisten. Sinterklaas in Antwerpen. Ja, maar nee, dat mag toch even gezegd worden. Sinterklaas in Antwerpen, die treedt binnen. Met wie rond zich? Met de Roodpieten. De kerstmarkt in Antwerpen op de Grote Markt.
is een wintermarkt geworden. En zo kan ik nog ontelbare voorbeelden geven om toch even aan te duiden dat dat woke-verhaal... Het gaat hier over wokisme, islamisme, extreme. Maar mag ik u daar een vraag over stellen? Over, als nee, islam want ik ga mijn betoog afronden, meneer Bouws. Ik ga mijn betoog afronden. Ik heb een betoog en ik wil dat afronden. Ja. Ik zeg alleen maar dat woke is een verzameling van maatregelen in feite. Het is geen ideologie, het is een verzameling van maatregelen om de politiek correcte, superdiverse samenleving die gebaseerd is op al dit soort van begrippen, om die erdoor te duwen. Dat is woke. Dus men gooit van alles door elkaar. Hè. Woke is geen ideologie. Woke zijn regeltjes die men gebruikt om u in dat multiculturele gelijkheidskeurslijf te duwen en te dwingen. En dat wokisme als dusdanig, ja, is dat een bedreiging? Natuurlijk is dat een bedreiging. Maar laten we toch oorzaak en gevolg duidelijk van elkaar onderscheiden. De echte bedreiging is de multicultuur. De multicultuur die streeft naar diversiteit en superdiversiteit. En die het wokisme gebruikt, al die maatregeltjes, om dat door te duwen. En door die multicultuur worden we hier opgezadeld met de islam die steeds groter en machtiger wordt. En dat leidt tot die omvolking, tot de vervanging van onze samenleving en onze waarden en normen en onze manier van leven door een andere. Dat is het juiste verhaal. En door het bos zien de mensen de bomen niet meer. Men smijt alles maar op een en op en men hocus pocus alsof dat het... Nee, dit is het juiste verhaal. En zo moeten we het zien en dat is het kader waarbinnen wij op dit moment spelen en waarbinnen wij ook ons verzet moeten organiseren. Maar mag ik uit dat verhaal dan uw visie op de islam aan u doorspelen, namelijk eigenlijk wat meneer De Winter zegt is... Ik heb hem gehoord. De islam past niet bij ons. Hè, bedoel, en zal hier nooit een onderdeel van kunnen zijn. Eigenlijk, het is een bedreiging. Het is de grootste bedreiging, hoor ik hem zeggen. Ja, natuurlijk, dat is zijn mening. En daar een hele hoofdstuk daarover, dan zie je dat de islamisme duidelijk bestaat. En ik geef alleen maar een klein voorbeeld. Maar hoe ziet u dat islamisme dan? Er is burgeroorlog in de meeste islamitische landen tegen... Op dit moment, hè, we zijn hier met elkaar aan het debatteren. Meneer De Winter zegt, islamisme is hetzelfde. Zitten moslimsoldaten te vechten tegen islamistische jihadisten in allerlei landen en elkaar uit te moorden. Waarom? Omdat er absoluut niet alleen een verschil is tussen islam en islamisme. Het verschil is zo groot dat er geen enkele samenbestaan mogelijk is tussen islam en islamisme. Islam en islamisme, zij moeten één, moeten andere. Allee, islam als zijnde orthodoxe islam en islamisme als zijnde een ideologische, jihadistische ideologie. Betekent dat, dus meneer daar zegt dat ik hier moet zwijgen en zo, oké. Okay. Ik ga toch niet zwijgen. Islam, natuurlijk, zoals alle andere religies, betekent niet dat er alle islamitische stromingen die niet islamistisch zijn, hetzelfde zijn. Of dat het allemaal, roze geur en maan. Voilà. Nee, het blijft een religie. Het blijft een religie met een vrij repressieve, patriarchale karakter soms enzovoort. Maar de elementen van de islam zou meneer De Winter geen enkel probleem mee hebben, want dat strookt een beetje met zijn wereldbeeld, die ook ultra-reactionair en ultra-conservatief zijn. Dus daar zit het probleem niet voor meneer De Winter. Meneer De Winter natuurlijk wil juist mensen bang maken en slacht er daar ook in. Maar als ik verder mag, want ik heb braaf geluisterd naar wat meneer De Winter heeft gezegd. Wow. Kijk, ik wil... Jawel, braaf. Allee, behalve als het leugens over mij zijn, dat is anders. Goed, punt gemaakt. Maar inhoudelijk, over uw inhoud heb ik braaf geluisterd. Nu, ik wil gewoon een inhoudelijk punt maken over waarom dat ik zei dat inderdaad er zijn drie gevallen. Woke, extremisme en rechtsextremisme en islamisme. Nu, islamisme is een beetje de junior partner van die twee, want het gaat over een minderheid. Hè? Islamisme is heel gevaarlijk, vooral in de moslimwereld. Daar is islamisme dodelijk en bijna de grootste gevaar van allemaal, want islamisme is onze extreemrechts. Wat betekent dat? Islamisme is onze supremacistische eigen volk eerst beweging. Okay? Dat is islamisme in de moslimwereld. En daarom bestrijden we islamisme daar ook. Hè? Niet alleen hier. Meneer De Winter gaat op de koffie bij Assad. Hè? Hij verwijt mij zogezegd Hezbollah te verdedigen. En hij gaat naar de sponsor van Hezbollah, Assad, op de koffie, terwijl dat die man kinderen vergast. Meneer De Winter in zijn boek, ik ga het hier lezen, dweept met Poetin, die op dit moment Oekraïnse kinderen vermoordt. Ik ga dat hier lezen. Jongens. Wacht. De breuklijnen, ik citeer uit uw boek, meneer De Winter. De breuklijnen tussen het identitair Europa en multiculair EU wordt steeds groter. En dan ga ik even
Verder, Salvini, Le Pen, Orbán, Wilders en co. Belangrijk is dat de Ruslandpartij kiest voor identitaire krachten in Europa. De president van de Russische Federatie, met alle elan, Vladimir Poetin, beseft zeer goed dat alleen een alliantie met de patriotische krachten in West-Europa die kiezen voor het behoud van de Europese identiteit en cultuur en pleiten voor streng immigratiebeleid, Rusland kan behoeden. Dus we moeten Rusland behoeden van een soortgelijke toekomst als West-Europa. Ik zeg dat niet om te stellen dat meneer De Winter eigenlijk geen recht op debat of een mening heeft. Alleen, ik wil als wat hij zegt, als de Vos passies predikt, dan moet je... Ja. Ah, wel, ik denk vooral daarover inhoudelijk. Ik heb het niet over zijn persoonlijke leven. Ja. Inhoudelijk, meneer De Winter moet ons uitleggen hoe dat vriendschap met een volksmoordenaar zoals Assad iets bevorderend kan zijn voor een oplossing hier in onze contraille. En hoe dwepen met ook een volksmoordenaar als Vladimir Poetin ook iets positief kan betekenen hier in onze contraille. Nu, iemand zei tegen mij, scratch De Winter en dan komt de oude De Winter terug. Ik heb dat gedaan, ik heb dat teruggekregen. Ik ben heel te beerd te laten zien dat hij ook veranderd is. Dat hij ook nu redelijker is. Meneer De Winter is in zijn partij de meest extreme vleugel. Nu eigenlijk gepland. En ik wil juist dat we niet meer polariseren. En ik zeg tegen u, meneer De Winter, de vijand niet. De vijand zijn de mensen die juist de cultuur, de menselijke cultuur, waar dat een moeder en een vader zijn. Waar dat een normale leven bestaan. De mensen die zoiets problematisch maken. De mensen die zoiets willen omverwerpen. Alles wat ons bindt als mensen, wat we in elkaar herkennen. Familie, moederschap, vaderschap. Oké, okay, dat wordt nu een ideologisch debat. Dat we naar elkaar moeten kijken op basis van ons pigmentatie. Ik hoop dat u daar niet mee doet. Dus u vergist u van vijand, meneer De Winter. In uw boek focust u te veel op mensen die hetzelfde lot ondergaan als u. En ik denk dat dat een onderdeel is van een verdeel- en heersstrategie. Oké, okay, mag ik vriendelijk vragen? Ik ben blij dat u zich... Ja, maar ik ben blij dat jullie zich in elkaars biografie verdiept hebben, maar daar hebben wij hier eigenlijk weinig aan. Ik bedoel, dat is allemaal heel interessant, maar het gaat over het inhoudelijke debat. Dat vinden wij net iets interessanter. Maar eigenlijk, wat ik naar u wil toegooien is, een deel van de moslims zouden eigenlijk best uw bondgenoten kunnen zijn. Dat is weer zo'n veralgemening, zoals ik die al honderden keren heb gehoord, vanuit de mond van vele politiek correcte journalisten. Oh, ja, maar... De moslims zijn uw beste bondgenoten in de strijd voor het behoud van het traditionele gezin. Waarden, en de moeder aan de haard en de strijd tegen whatever, LGBTQ+ideologie enzovoort, zijn, enzovoort. Allee, goed. Dat allemaal drog-argumenten die feitelijk er allemaal niet toe doen. Hè. Laat me eerst eens het volgende zeggen over islam en islamisme. Het islamisme zit als een kuiken in het ei van de islam. Zij zijn één en ondeelbaar. De jihad, waar collega Zaza het over had, die maakt deel uit van de islam. De jihad betekent strijd. En dat kan een demografische, een culturele, een militaire, een economische en een demografische jihad zijn. Hè? De hijra. Ik ken een paar woorden Arabisch. Na al die jaren ben ik ook een beetje geïntegreerd. En ik ken ook al wat woorden Arabisch. Dat is interessant om te weten dat Sagroef naar u roepen, dat ze daar feitelijk mee zeggen, je bent een vuile hond. En dat soort van dingen meer. Maar de hijra, u niet onbekend. De hijra wordt bepleit door Mohammed als de fameuze de immigratie van Mekka naar Medina. Om Medina te veroveren. En de hijra maakt deel uit van de strategie van de islam binnen het kader van de immigratie-jihad, om inderdaad de islam-aanhangers, de moslims, te bewegen om via immigratie andere volkeren die onrein zijn, die uiteindelijk niet tot de islamitische wereld behoren, om die niet alleen te veroveren, maar te koloniseren voor de islam en te winnen voor de islam. Dat is de realiteit en u weet dat. U kent de islam voldoende om dit te beseffen. En dat is hetgene wat volop aan het gebeuren is. Dus dat verhaaltje van die jihadistische islam die dan via de weg van de terreur enzovoort. Het is identiek dezelfde islam voor dezelfde waarden die men opkomt. Alleen gebruikt men andere middelen. En dat is de realiteit waar we voor staan en die we ook moeten kennen en beseffen. Men kent de islam onvoldoende. En ik ben het dan ook fundamenteel oneens met mijn goede vriend overigens, Geert Wilders, die zegt, die Koran
Je moet die verbieden. Nee, je moet die niet verbieden, je moet die niet verscheuren, je moet die niet verbranden, je moet die lezen. Je moet de Koran lezen. Alle soeras, van voor naar achter. Dat is niet zo evident voor ons, maar het is nu eenmaal zo. En dan gaat u, van achter naar voor in dit geval, dan gaat u tot de conclusie komen waar de islam werkelijk voor staat. En beseffen welk gevaar op ons afkomt. Maar... Noem mij één samenleving, meneer Zaza. Één samenleving waar de islam gekomen is, overwonnen heeft, gekoloniseerd heeft en waar minderheden in vrede kunnen bestaan. Buiten Syrië. Hè? Buiten Syrië. Syrië zeker niet? Buiten Syrië van Assad. Maar noem er mij nog eens een paar. Noem er mij nog eens een paar. Noem er mij nog eens een paar. Geef mij een voorbeeld of drie. En niet moeilijk, hè? Er zijn hoeveel? 67 islamitische landen. Goed voor ongeveer 1,8 miljard inwoners. Noem mij er eens een paar. Ik ga je antwoorden. Maar voilà. Als je mij de ruimte geeft, dan ga ik je direct antwoorden. Kijk, natuurlijk zal ik jou in de moderne tijd geen enkele kunnen noemen. Die zegt, maar wacht even. Maar omdat geen enkele land die gebouwd is op religie kan tolerant zijn. Waarom is Europa tolerant? Niet door het christendom, maar door de verlichting. Kom niet mij vertellen dat Europa is tolerant omdat de katholieke kerk het voor het zeggen heeft hier. Hè? Omdat de katholieke kerk hier voor het zeggen heeft, dat was een ander verhaal hier. Hè? Europa heeft de verlichting meegemaakt. Elke religie, islam, christendom, jodom, welke religie die dominant wordt in een land, krijgt je onderdrukking. Dus daar is het verschil. Eén, natuurlijk, de Arabische en Islamitische wereld heeft nog geen verlichting meegemaakt. Er zijn pogingen... Het zal ook nooit meer meemaken. Wacht, Maleisië is meer verlicht bijvoorbeeld dan pakweg, ik weet niet, Afghanistan tegenwoordig. Maar ook... dus er is wel een bepaalde dynamiek, maar in mijn boek beschrijf ik, en ere aan wie ere toekomt, waarom dat de verlichting zich heeft in Europa voltrokken. Maar dat is niet dankzij de kerk, hè. Dat is ondanks de kerk. Dat is niet dankzij het christelijk Europa, dat is ondanks christelijk Europa. Ik wil niet zeggen dat de kerk hier geen positieve rol ooit heeft gespeeld. Elke religie heeft, de islam heeft ook een positieve rol op een bepaald moment in de geschiedenis ook gespeeld. Er waren ook briljante beschavingen in de geschiedenis, in de middeleeuwen en dan Andalusia en Bagdad. Maar nog de islam, nog het christendom, nog het jodendom heeft democratie, liberale democratie, teweeg gebracht. Ze hebben alleen maar een theocratie gebracht en dat is onderdrukkend. Maar, dus dat is het antwoord. Maar ik wil ingrijpen, want meneer De Winter spreekt een aardig mondje Arabisch en hij zegt hijra. En hijra zegt hij dat is de hijra van de profeet van Mekka naar Medina. En dat is een halve waarheid. Want inderdaad, de hijra, wat is het concept van hijra? En als je de jihadistische theologie vandaag leest, dan zie je dat duidelijk. Wat ze zeggen eigenlijk, hijra, migratie, is een verplichting van... Als je leeft in een niet-islamitische land, dan moet je immigreren naar waar de islam heerst. Dus dat is tegenovergesteld aan wat de Winter zegt. Eigenlijk wat de islamisten zeggen van, je kan niet leven in het Westen, je moet gaan strijden. Waarom zijn die Syrische strijders vertrokken? Want ze moesten hijra doen. Hijra is terugkeren naar het land van de islam en niet andersom. Oké? Okay? Dus dat is een begrip omdraaien. Zoals dat men jouw omvolking ook omdraait, meneer de Winter. Hetzelfde manier. Nee. Wacht. Ik wil u toch iets vragen. Want in het kader van het debat dat we hier hebben over islam bijvoorbeeld, valt dan de term Europese islam. Als een vorm van islam beleven waar die verlichting wel een rol speelt. Ziet u dat? Gelooft u dat? Het is momenteel te beperkt om echt van betekenis te zijn. Er is een probleem bij de orthodoxe islam. Niemand ontkent dat. In mijn boek heb ik een hele hoofdstuk toegewijd, niet alleen over het islamisme, maar over de problematische karakter van de orthodoxie in de islam, dus niet het islamisme. Mm-hmm. Dus er is een probleem. Hebben nog de verlichting nog niet meegemaakt in de islamitische wereld. En dus, er is een probleem. En daarom dat ik zeg, als mensen naar hier komen, moeten ze geconfronteerd worden met wat de verlichting heeft teweeggebracht. Dat is de keuze. En niet met een verhaal van... En jullie zijn allemaal hetzelfde als islamisten, want die mensen weten dat niet klopt. Die mensen vluchten meestal van de islamisten. En dan kom je tegen hen en zeggen, jullie zijn de islamisten. Nee, je moet hen confronteren met wat in deze maatschappij de fundament is. Tolerantie tegenover elkaar. Je mag denken dat een homoseksueel aan zondigen is. Maar je mag niet aan het recht van een homoseksueel om zijn leven aan zelfbeschikkingsrecht aan te tasten. Je mag geloven, zoals een katholiek ook gelooft, dat homoseksualiteit een zonde is. Dat is een recht van een individu. Maar je mag niet mensen gaan stigmatiseren of mensen harassen of mensen onderdrukken op basis daarvan. Dat is de verlichting en dat is niet wat eigenlijk meneer De Winter hier vertelt. Meneer De Winter zegt van, er is één bozerikke
En dat zijn de moslims en die zijn essentieel allemaal hetzelfde. Dat is essentialisme. Daarom, dat als meneer, zoals de wokes die soms zeggen, alle blanken zijn onderdrukkers. Hè, want dat is in hun cultuur, dat is whiteness. Dat zeggen de wokes. Hè. Dat is ook racisme. Niet, en dan zeg je tegen de wokes, ah, maar je bent racistisch. Hè, als je dat zegt, nee, want ik heb het niks tegen hun kleur. Of ik heb niet tegen hun kleur. Whiteness voor mij is een systeem van onderdrukking, zeggen de wokes. Ja. Wel, meneer De Winter zegt hetzelfde over de moslims. En dat is ook cultureel racisme. Dus dat is eigenlijk een probleem. En dat is nooit waar. Kan het niet, meneer De Winter, dat moslims hier zeggen van, kijk, ja, ik ben dan wel moslim, maar ik herken wel dat je hier in vrede en democratie kan samenleven. En dat zij dan een soort andere vorm van islam ontwikkelen. Er zijn ontelbaar veel culturele moslims. Zoals er ontelbaar veel culturele katholieken en christenen zijn. Die alleen nog bepaalde rituelen in de praktijk brengen. En voor de rest die godsdienst niet meer op de correcte en orthodoxe manier beleven. Maar dat is niet relevant voor wat de islam is. Dat is niet relevant voor wat de islam is. De islam is de islam, punt, andere lijn. En die zogenaamde tolerante, gematigde, culturele moslims, die spelen geen enkele rol van betekenis binnen de islam. Kijk naar de islamitische landen. Kijk naar de OIC, de Organization of Islamic Countries. Wat hebben die gedaan? Die hebben hun eigen mensenrechtenverdrag, waarin men zegt, de mensenrechten... Perfect. De mensenrechten, het product van de verlichting. En de mensenrechten is fantastisch, maar ondergeschikt aan de Koran, hè, dames en heren. De mensenrechten die kunnen alleen maar bestaan in zoverre dat zij de regels van de Koran respecteren. Dus geen scheiding tussen kerk en staat, dus geen gelijkheid tussen man en vrouw, dus dit, dus dat, dus zo, dus hier. Dus dat weet men allemaal niet hier. Men krijgt de indruk, en wat wordt dat ingelepeld via de media en aanverwanten, dat die islam, oh, dat zo'n soort Disneyland-islam, hè. We pikken eruit wat uit ons goed uitkomt en de rest laten we vallen. Dat is niet de realiteit. Maar, wilt je de realiteit van de islam zien, meemaken maar, en aan de lijve ondervinden, ga dan naar die islamitische landen en kijk hoe de christenen behandeld worden. Kijk hoe de christenen in uw eigen land, in Libanon, behandeld worden. Ik wil u en in helpen, al die andere landen waar u staat voor het zeggen. Misschien de punten begrijpen. Ik wou nog even terugkomen op een uitspraak die u gedaan hebt. Meneer Zaza, u zegt, jammer, kort, die hijra, dat klopt allemaal niet. Maar laat mij dan gewoon, toch een president die zeer veel aanzien geniet, genoot in Noord-Afrika, Algerijnse president Boumediene citeren. Die zei, de moeder over die hijra, over die immigratie. Ja? De atoombom van de islam, die ligt besloten. Ik ken het citaat ondertussen ook van buiten. Ik citeer het ook in dit boek en in andere boeken die ik zie. De atoombom van de islam ligt besloten in de moederschoot van onze vrouwen. Wij zullen Europa en het Westen niet veroveren via het zwaard, maar via de weg van de demografie. En Boumediene heeft over, het was al in de jaren 60, 70 dat hij dat gezegd heeft, Boumediene heeft overschot van gelijk, maar laten we toch dus een ander thema ook nog even aanraken in het kader van de omvolking. Het grootste probleem is niet eens de islam. Het grootste probleem is niet eens de lakse immigratiewetten en dergelijke meer. Het grootste probleem is de overbevolking van onze planeet. Is het aantal mensen dat er iedere dag opnieuw bijkomt. Mag ik één cijfer noemen? We waren en helaas niet hier bij ons, hè, maar aan de andere kant van de Middellandse Zee, in de ontwikkelingslanden in de islamitische wereld. We waren in 1800, waren we met 1 miljard mensen op deze planeet. In 1960, hè, dat is 160 jaar later, waren we met 3 miljard. In 1960, ik ben geboren in 1962, dat is dus één mensenleven. Dat is niet lang, hè, dames en heren. De geschiedenis van een volk, van een cultuur, van een beschaving, is dat in feite een detail. Opletten met het woord detail, maar dat is een detail. In 1960 waren we met 3 miljard. In 1974, 14 jaar later, waren we met 4 miljard. In 1987 waren we met 5 miljard. In 1999 waren we met 6 miljard. Nu, ja, ik kom ertoe. Ik laat de 7 miljard voor wat ze is. En een paar, 2 maanden geleden, waren we met 8 miljard. En we zullen binnen nu en 30 jaar... zullen we met ongeveer 9 miljard zijn, misschien 10 miljard zijn, op deze planeet. En hoe zit dat met ons, Europeanen? We zijn nu met 750.
We zullen zakken naar 65, 75 door de geboortecijfers, door de demografie. Ja, even bedoel. Ondanks de, ja, maar ja. Dat is de essentie van hetgene wat op ons afkomt en van de komende generaties. Dat is de essentie ook van de omvolking. Hè? Want de omvolking is niet gedaan. De omvolking is pas begonnen. De immigratiestromen die op ons afkomen, die 6000 man die ieder jaar sterft in de Middellandse Zee voor de oversteek, binnen nu en 10 jaar zullen er dat 60.000 zijn. Waarom? Omdat in die derde wereld het aantal mensen spectaculair stijgt. Afrika telt nu 1,2, 1,3 miljard mensen. Binnen nu en 30 jaar zal Afrika 2,4 tot 2,5 miljard mensen kennen. Tegen 2100 zal Afrika 4,6 tot 4,8 miljard mensen. Dat zeg ik niet, dat zeggen de bevolkingsrapporten van de Verenigde Naties. Dat staat allemaal in dit boek. Dat is de realiteit. En wat gaan wij doen? Wij gaan overblijven met 560, 550 miljoen, in het beste geval, in een sterfhuis. In een geriatrie. Een geriatrie. Misschien met muren er rond, met wachttorens, met een leger om desnoods te doen wat moet gedaan worden, om wat nog overblijft, dat rust- en verzorgingstehuis van Europa, te beschermen. Maar wat op ons afkomt, zal apocalyptisch zijn. Apocalyptisch. Omwille van het simpele feit dat de demografie is wat zij is. De Europese blanke mens is tot het einde, tot het ondergang veroordeeld indien we niet ageren. En ageren, als ik dat nog mag zeggen, betekent niet alleen, want dat gaat er toch van komen. Hè? Merendeel van de lidstaten zegt nu al, bouw die muur maar, en snel. Bouw die muur maar rond Europa. Verdedig ons tegen wat allemaal op ons afkomt. Het heeft geen enkele zin, want we sterven uit. Het is toch voorbij binnen nu en een paar generaties. We zijn nauwelijks nog jonge mensen. Om te doen wat moet gedaan worden. Met die 1,4, wat hadden we nu gedacht? Dat gaat rap, hè? Op 3 generaties is het voorbij. Dan zijn we nog een verwaarloosbare minderheid op die 10 miljard in de hele wereldbevolking. Maar wat moet gebeuren, is natuurlijk los van een strenge, kordate en gedurfde immigratiepolitiek, is natuurlijk een gezinspolitiek voeren. En nu kom ik tot hetgene wat meneer Zuiza vertelt, want daar treed ik hem bij. De LGBTQ-ideologie, het hele verhaal van weg met het traditionele gezin. Kinderen zijn niet meer belangrijk. En alles wat daarbij hoort, die hele ideologie van woke en politieke correctheid, is misschien op dit moment voor ons voortbestaan als natie, als volk, maar zeker ook als Europese, ik wil geen andere woorden gebruiken, als westerse beschaving essentieel en veel belangrijker nog dan dat migratieverhaal. Migratie, dat kunnen we stoppen met natuurlijke barrières en concrete, kordate maatregelen. Maar opnieuw kinderen krijgen kan alleen maar binnen onze samenleving als we het traditionele gezin de kansen geven die het verdient. En dat is de hoeksteen van onze samenleving. Dat hebben ze in Hongarije begrepen, dat hebben ze in Polen begrepen, dat begrijpen ze ondertussen ook elders. Goed. En als we dat niet doen, dan veroordelen we onszelf tot de laatste fase van onze Europese beschaving. Goed. We zijn gedoemd, meneer Zsuzsa. We zijn gedoemd tot ondergang. Maar apocalyps, heb ik gehoord. Ja. Ik mag niet zeggen dat dat een beetje pessimistisch is, dat verhaal. Maar goed, hè. Naar het schijnt is dat een nieuwe optimisme. Ja. Goed. Maar ik treed u toch bij. Meneer De Winter is eigenlijk een... hij speelt die slachtoffer hier. En hij wil de slachtofferschap iedereen aanspreken. Want wij gaan allemaal dood. Apocalyps, einde van de wereld. Ze gaan ons opeten bij wat we spreken. En dan gaat hij over de wokes praten, dat ze slachtofferschap eigenlijk prediken. Maar hij is hier de ultieme slachtoffer. Een beetje aansteller natuurlijk ook, want hij is slimmer dan dat. Maar tegelijkertijd, natuurlijk... Maar dat past bij wat u daarnet zei eigenlijk. Wat heb ik daarnet gezegd? Dat u zegt van, net in dat... In die strijd voor die ouderwetse waarden. Ja, maar dat is een uitdaging. Ik heb nergens gezegd dat we eigenlijk staan voor een apocalyps. Natuurlijk niet. Maar als je natuurlijk gewoon op niveau van redelijkheid, als je wil zeggen van, er is een soort bevolking, eigenlijk de bevolking krimpt omdat we niet genoeg kinderen krijgen, dan moet je inderdaad wakker zijn voor inderdaad, hoe kun je dat wel veranderen? Hoe dat kun je bepaalde waarden, misschien heeft dat te maken met de waarden in een bepaalde maatschappij. Ik bedoel, dat mensen met andere waarden, misschien 2.3 of 2.4, ik weet niet hoeveel dat is, misschien heeft dat ook te maken met hun waarden. Misschien moeten we van elkaar een beetje leren, langs de ene kant om minder kinderen, langs de andere kant om een beetje wat meer kinderen te krijgen. Maar goed, maar dat is nog niet de apocalypse dat meneer De Winter hier zit. Meneer De Winter doet me denken aan Greta Thunberg.
Hij is de Greta. hij is de Greta van het nationalisme. Nog kijk, twee vlechtjes en we zijn er. Maar hij heeft een punt natuurlijk op een bepaalde zaken. Zoals Greta ook een punt heeft. Er is een probleem. Er is een klimaatcrisis. Dat is er. We moeten iets dringend doen. We moeten iets veranderen. We kunnen dat niet zomaar laten gebeuren. Daar heeft hij een punt. Net zoals Greta ook een punt heeft. Maar het is niet zo die I dare you en shame on you en roepen en tieren en zeggen van dat is het einde van de wereld. There is no planet B. Dat is bijna een apocalyps. Dat is een beetje hetzelfde discours als die zotte van de klimaat. En ik heb sympathie voor Greta. En pas op, hè. Ik heb sympathie voor Philippe de Winter de mens. Hè. Want ik zie dat gedrevenheid. En ik ook al ik tegen zijn ideeën hier wat hier verkondigd, 100%. Alleen niet 100%, voor een groot deel. Maar alleen die gedrevenheid, dat kan ik waarderen in een mens. Hè. Bij Greta ook, hè. Dat zijn zo profeten van deze tijden. Maar sommige profeten zijn ook doemprofeten. En die zeggen van, ah, we gaan allemaal, ja, it's end of days. En we worden de laatste decennia dit met de paplepel ingegeven. In elke serie gaat het over zombies en einde van de wereld. In elke, er is, dus daarin eigenlijk, wat meneer De Winter hier vertelde, is eigenlijk vrij mainstream, zonder de overdrijvingen. Maar is dat ook niet mainstream bij veel moslims, die het toch ook niet hebben voor die LGBT... Nee, maar wat? Dat is waar. Maar kijk, wat meneer De Winter hier zegt, dat de islam inderdaad ultraconservatief is, de mainstream islam, dat is absoluut zo. Maar dat is nog iets anders dan het islamisme, die eigenlijk een militante verovering, ideologie, niet alleen in Europa, eigenlijk veel minder in Europa dan in de moslimwereld, want ze willen de kalifaat stichten. Dus dat zijn twee zaken door elkaar halen. Ja, natuurlijk is het een probleem, maar ik zeg je, ik herhaal het, ik ben niet zo zeker dat je die conservatieve waarden van de moslims eigenlijk zo slecht vindt. Maar goed, en ik deel ik deel die waarden grotendeels niet, want ik ben eerder voor de verlichting, ik heb eigenlijk eerder een neiging om juist de verlichtingswaarden binnen de islamitische wereld en ook binnen de moslimgemeenschap te verdedigen, dat doe ik ook. Maar ik wil terug naar het verhaal van meneer De Winter, want we zijn uiteindelijk hier voor zijn boek. Klopt. En ik wil gewoon iets zeggen in de essentie daarvan. Ik zeg, er zijn uitdagingen die te maken hebben met de verschuiving. Noem dat omvolking. Dat is een term die een beetje... Provocatief is. Je nodigt mensen om jou aan te vallen. Want men zegt, dat zijn de nazi's enzovoort. Terwijl dat je andersom bedoelt. Hè. Maar goed, als je zegt van... Het probleem met waar dat complotisme zit... Ik wil niet praten over apocalyptisch denken. Dat is ook declinisme. Dat punt heb ik al gemaakt. Maar het complotisme in dit boek zit hem vooral in het feit dat meneer De Winter beweert... op bepaalde momenten in zijn betoog dat dit bedoeld is. Dat het niet zomaar een proces die zich aan het voltrekken is, waar dat je eigenlijk zorgen bij moet maken, waar ik wel in kan komen. Want inderdaad, als je dat slecht... Diversiteit is nooit niet noodzakelijk goed, niet noodzakelijk slecht. Het is gewoon wat het is. Als je dat slecht beheert, dan krijg je een slechte situatie. Als je dat goed beheert, dan krijg je een situatie zoals in sommige landen waar dat wel lukt. De Verenigde Staten bijvoorbeeld. Waar dat de kracht van dat land altijd is geweest door haar migratie. Nog altijd nummer één, de sterkste land van de wereld. Op wetenschap, in militair, in economie, op cultuur, op alle vlakken. Nog altijd nummer één in de wereld, Verenigde Staten. Super divers land. Maar, dus, maar ik wil terug naar waar dat meneer De Winter toch zich op een gladde terrein begeeft in zijn boek. En waarom dat ik toch dit een complotistisch boek vind. Eén, hij beweert dat de elites in Europa dit... eigenlijk hebben gepland, dat er eigenlijk een beleid is om de Europese bevolking te vervangen door niet-Europese bevolkingen. Twee, hij refereert naar mensen die gewoon inderdaad, als je hun gelukzoekers noemt, heb je absoluut gelijk. Ik was een gelukzoeker en trots daarop. Elke mens zoekt zijn geluk. Dat is onze menselijkheid. Nu, daar heb je een punt. Maar als je die mensen refereert als kolonisators en bezetters, meneer De Winter... Een kolonisator komt met zijn wapen. Ik ben van een land die bezet werd. En ik weet wat bezetting en wat kolonisering is. Een kolonisator komt niet met een visum, vraagt geen asiel, komt niet met een boot. Een kolonisator komt met een tank en met een vliegtuig. En daartegen, wat doet men tegen een kolonisator? Zich verzetten by any means necessary. Meneer De Winter maakt bijna dit pleidooi, in zijn boek, maar beschouwt migranten als kolonisator. Je kan tegen migranten zijn, voor migranten zijn, maar als je hun als kolonisators beschouwt, dan open je de weg voor een anders Breivik, dan open je de weg voor die zot van Christchurch in Nieuw-Zeeland. Dat is eigenlijk waarom dat dit boek gevaarlijk is. En waarom dat dit boek eigenlijk een soort...
Ja, dat is een gemiste kans, want je had even goed dit boek kunnen schrijven zonder die 20% complotisme en eigenlijk praten over kolonisaties en bezetten. Dat is een gemiste kans, vind ik. Punt gemaakt. Hij haalt twee zaken aan. Eén, ja, er zit eigenlijk wel een complot achter. De rijke elite heeft goedkope werkkrachten nodig, zegt u. En twee, ja, eigenlijk zit er een oproep tot geweld in. In uw boek. Nou, niks is het, daar zit ik al te lang voor in de politiek. Nou, bijna 40 jaar politiek mandaat in het parlement weet ik dat zeer weinig zaken het gevolg zijn van toeval. Hè? Achter alles zit meestal een koelbloedig geplande strategie die het gevolg is van een ideologie. Zo simpel is dat. En dat is bij alles wat we nu meemaken in onze samenleving ook het geval. Zeg ik nu dat de omvolking een complot is van de elite, van de Davocratie, ja, van het World Economic Forum, van de Verenigde Naties en dat soort van dingen meer? Nee, dat zeg ik niet. De omvolking is een analyse, is een vaststelling. Heeft men dat zo gewild? Nee, ik denk dat niet. Heeft men andere dingen gewild? Ja. De multicultuur, die is gepland en georganiseerd. Moeten we daar niet flauw over doen? De multicultuur is het nieuwe communisme. Na de val van het communisme, begin de jaren 90, heeft de linkerzijde zich herbronnen. Hij heeft herbrond en gezegd van, hoe krijgen we, dialectiek, niet waar, hoe krijgen we dezelfde boodschap onder een andere verpakking opnieuw verkocht aan de bevolking? Want het communisme is failliet. Hè? Berlijnse muur, de IJzeren Gordijn, alles wat er gebeurt is de gulag, dat soort van dingen meer. Het communisme is failliet. Men heeft zich herbrond en men is vanuit de progressieve linkerzijde afgekomen met, wij hebben het gevonden, de multicultuur. De gelijkheid nastreven, dezelfde doelstelling als het communisme. Weg met culturen, talen, identiteiten, verschillen tussen groepen van mensen, manieren van leven. En hoe gaan we dat verkocht krijgen aan de bevolking? De diversiteit, fantastisch, toch? Prachtig project. Samen, solidair rond de wereldbol. U kent het verhaal, ik heb het in het begin van mijn betoog al eens gedaan. Dat is hetgene wat we uiteindelijk gaan proberen te slijten aan Jan met de pet. Maar het liep niet zo simpel. Daarvoor was natuurlijk nodig wat? Ah, open grenzen. We moeten van elders naar hier komen om die mengelpot, om die multiculturele samenleving te laten slagen. Dat is nogal evident. En daar, en dan komt het, daar heeft de linkerzijde een soort van, onbewust wellicht, daar zijn geen groot complot dat daarmee te maken heeft, heeft de belangen aan de linkerzijde, de belangen gekruist van de grootindustrie, van het grootkapitaal, die gezegd hebben op een bepaald moment, ja, we hebben inderdaad baat bij een zo globaliserend mogelijke wereld, het globalisme. We moeten hetzelfde product aan een quasi-identieke consument kunnen verkopen over de hele wereldbol. Dat is toch fantastisch? Allemaal dezelfde jeans, allemaal dezelfde Coca-Cola, allemaal dezelfde hamburger, van in New Delhi tot in Brussel. Maakt niet uit. Allemaal als het enigszins kan, een soort verbasterd Engels spreken, kunnen we lekker en gemakkelijk communiceren, dezelfde boodschap aan één ieder verspreiden. En men heeft tot op een zekere hoogte elkaar gevonden. In die multicultuur, in die diversiteit. De ene noemen het globalisme, de andere noemen het multicultuur. Maar in feite is het hetzelfde. Betekent dat nu dat men in beide kampen gezegd heeft en het grote plan dat is om de omvolking te realiseren? Nee, dat is het gevolg van dit alles. Het is het gevolg van de politiek die men gevolgd heeft. En waar het politieke centrum in meegelopen is, zich niet bewust van de gevaren en de risico's, onder druk van de industrie. Kijk maar naar de gastarbeidsgeschiedenis in ons land. Dus het voorbeeld van de gastarbeidersgeschiedenis in ons land is typisch. Waarom heeft men die mensen naar hier gehaald? Om goedkope werkkrachten te hebben en om arbeid zo laag mogelijk te kunnen betalen en een soort van buffer op de arbeidsmarkt te creëren om arbeid te kunnen drukken qua kostprijs. Dat is de realiteit. Eerst heeft men ze naar hier gehaald voor 3 tot 5 jaar met vaste contracten. Toen heeft men gezegd, dat is feitelijk een schitterend systeem. Laat die families ook maar komen, want zo bestendigen we dit systeem en houden we de lonen laag. Dat is de realiteit. En zo zijn we terechtgekomen, langzaam maar zeker, met de hulp van de politiek, in een open grenzenpolitiek, met het alsmaar soepelder maken van de nationaliteitenwetgeving, van de immigratie en de asielwetgeving, enzovoort. Er was nog een tweede claim. De omvolking, meneer Bouwers,
Meneer Zaza, dames en heren, is daar het gevolg van? De omvolking is de collateral damage die we nu ondervinden en nog veel meer zullen ondervinden in de toekomst. En die heel erg moeilijk terug te draaien en te stoppen is, want via dat wokisme, waar meneer Zaza het recht over gehad heeft, dat zijn de soldaten van de multicultuur, dat wokisme, probeert men nu ten allen prijzen om dit model in stand te houden, terwijl de bevolking massaal in het verzet gaat. Dat zijn wij, dat verzet. En andere partijen in Europa en elders, van Trump tot Le Pen. Dat is het grote debat waar het nu over gaat. Multicultuur versus identiteit. En dat debat zal bepalend zijn voor de toekomst. Als ik dat er nog maar aan toevoegen. Waarom? Waarom? Juist omwille van die demografie. Hè. Mag ik nog één voorbeeldje geven? Want dat is bepaald voor de komende... Want er was nog een tweede vraag waar ik ook uw antwoord op wil. Ja, maar als ik dit mag nog afronden. Bepalend. Weet u waar de volgende 1000 baby's... Hè? Er worden ongeveer per uur 15.300 baby's geboren op deze planeet. 85%, dat is interessant om te weten, 85% wordt geboren in derde wereldlanden. Waarvan ongeveer de helft in islamitische landen. Ja? Weet u waar de volgende 1000 baby's, dat is in de volgende 8 à 10 minuten gaat dat gebeuren, waar die geboren worden? In Azië, 513. In Afrika, 326. In Amerika, voornamelijk Zuid-Amerika, ongeveer 70-tal, 75-tal, slechts 30 in de USA. En dan komen wij, Europa. Hoeveel denkt je dat er Europese baby's er geboren zullen worden het komende uur? Hè? Hoeveel? 3? Nee, het is een beetje meer. Het zijn er tussen de 35 en de 40. Dat is de realiteit. Voilà, dat is de realiteit. Dus dit zal bepalend zijn voor wat er gaat gebeuren in de toekomst. Met de toekomst van uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ik geloof, meneer Bouwens, dat er inderdaad... Vraag. Het is hier al aangeraakt, Greta Thunberg is genoemd, dat er een probleem is van opwarming van de aarde. Ik denk dat dat voor een stuk wel kan kloppen. Dat er een probleem is van CO2, van stikstof. Dat er een probleem is van tekort aan grondstoffen en dergelijke meer. Water, eten. Maar wat is het echte probleem? Wat is het echte probleem? We zijn met te veel op deze planeet. Dat is het echte probleem. En de industrialisering... Mag ik zeggen? Ja. De industrialisering, meneer Zaza, zal er helaas niet voor zorgen om het alsmaar toenemend aantal mensen, vooral in de derde wereld, een soort van dingen te geven. En wat zullen die mensen doen? En daar rond ik mee af. Die zullen in grote getalen, met tientallen en honderden keer meer dan vandaag het geval is, naar hier komen en nemen wat hen in hun eigen land niet meer ter beschikking wordt gesteld. Dat is eten en drinken, dat is onze welvaart, dat is onze toekomst. Oké, okay. Ja, meneer Zaza. Ja. Ik vind dat een heel opmerkelijke analyse ergens, want ik vraag me af dan, of je dan hier een pleidooi ook maakt voor depopulatie. Want dat lijkt het op. En ik heb ook in je boek ook zo'n bepaalde sympathie of allusies gehoord over Bill Gates en zo. En ik dacht van, oké, interessant. Maar kijk, ik denk niet dat men kan ontkennen dat er een overpopulatieprobleem is in de wereld. Maar ook opnieuw, het is niet van diezelfde kaliber dat men dacht tijdens de tijd van Malthus of later, waar dat men altijd om de 10 jaar voorspelde dat de onheile einde van de wereld enzovoort komt. Want uiteindelijk slagen we ook door technologie en door allerlei ontwikkelingen om nog meer eten te produceren, om ook eventueel... Met de laatste bijvoorbeeld 20 jaar zijn veel mensen uit armoede gestapt dan mensen in armoede. Je hebt nu in landen zoals India of China heb je grote middenklasse. Bijvoorbeeld de middenklasse in China is bijna 700 miljoen mensen. Dat is bijna even groot als Europa. In India grenst het aan de 500 miljoen mensen. Dus het is niet allemaal een verhaal, opnieuw dat apocalyptische doemprofetieën van we gaan allemaal dood, we zijn met teveel, wij worden gewoon in ons land volledig vervangen. Nee, de mens, het verhaal van onze beschaving als mensen,
was altijd het verhaal van overkomen van uitdagingen door technologie en wetenschappen door samen te werken. Dat is ook wat wij prediken als ik ben een ecomodernist. Wat betekent dat? Ik geloof dat er een klimaatcrisis bestaat, dus ik geloof dat dat geen complot is. Er is wel een grote urgentie in het klimaat, maar we gaan dat oplossen met technologie. We gaan dat niet oplossen met minder, maar met meer werken, meer productie, meer technologie, meer wetenschap. Okay. Hetzelfde voor dat probleem van overpopulatie, hetzelfde verhaal. Meneer De Winter is hier opnieuw een declinist. Hij is iemand die praat over het einde. Hij neemt de avondland te letterlijk een beetje. Nee, ik denk de toekomst van Europa is mooi. De toekomst van Europa is... Europa is in staat om alle problemen, alle uitdagingen aan te pakken. Maar natuurlijk, dat gaat niet vanzelf gebeuren. Er moet een migratiebeleid komen die inderdaad realistisch is. Je kan niet blijven zonder een migratiebeleid of volledig een ruzie maken op Europees niveau over oké, en wie gaat de eerste vluchtelingen opvangen? En wie gaat, waar krijgen ze asiel en wie heeft quota? Nee, er moet een serieuze Europese migratiebeleid komen en een vluchtelingenbeleid komen. En wij moeten in staat zijn ook om hier, bij de mensen die al hier zijn, om onder elkaar door één deur te geraken. Moet onder elkaar samen te werken. Als mijn leerlingen, als ik taken geef voor mijn leerlingen, ik denk, om te slagen, ik weet wat de sleutel is. De sleutel is niet, en wat denkt jij over God? En wat denkt jij over de duivel? En wat is de cultuur in jouw land? En wat? Nee, wat heb je voorbereid? Dat is je taak. Je moet dit gaan studeren, je moet dit gaan blokken en werken jullie als team. Ik pleit hiervoor eigenlijk de evidentie zelf. Natuurlijk moet je niet naïef zijn. Natuurlijk is er geen mooie verhaal van diversiteit. Van oei, diversiteit is altijd mooi. Nee, diversiteit is een grote uitdaging. Maar zoals alle andere uitdagingen, we kunnen dat aan als we rationeel, wetenschappelijk en als wij democratisch in dat mooie systeem dat we hebben, die niet perfect is, die af en toe hapert, en dat is de liberale democratie, die soms eigenlijk ons corrupte politici geeft en soms briljante politici geeft, dankt er vanaf. Als we aan die systeem ons vasthouden, dan gaan we vooruit en dan gaan we slagen. En ik wil eindigen door één iets. Ik wil opnieuw het voorbeeld nemen van meneer De Winter in zijn boek. Als hij zegt van kijk, president Poetin, en hier bedoel ik dat niet om als een soort aanval of zo, maar gewoon inhoudelijk. Dat president Poetin heeft gekozen voor een model die lijkt op wat Orbán wil en wat nationalisten... er zijn nationalisten, maar als ik zeg nationalisten en denk ik aan extreem rechts, dat is alsof dat ik zeg islamisme en denk ik aan islam. Nee, nationalisme is ook een huis van veel kamers, zoals de islam trouwens. Maar dus Poetin zou de juiste keuze en zijn partij de juiste keuze voor Rusland hebben genomen om hun land te beschermen tegen dat verderfde model van het Westen. En dan dacht iedereen van ja, Oekraïne, dat wordt gewoon overrompeld, want die zijn die zwakkelingen en die nichtjes die daar staan te strijden. Ondertussen weten ze heel goed, en de krachtmeting tussen arme en kleine land en Europa, die nog geen lid is van de Europese Unie en geen lid is van de NATO, maar wel gesteund is door de Europese Unie en de NATO en de Verenigde Staten. En dat grote, succesvolle Russische natie die trots is, we weten de krachtmeting dat... Allee, ik zal niet zeggen wie het overhand heeft, maar het is niet zo evident om te denken van de ene een beter model. Als dat een afmeting is van kracht, en bij bepaalde milieus is dat vaak een afmeting van wat krachtig is, ik denk dat we daaraan moeten... Een liberale democratie is veel sterker dan een systeem die geënt is op angst en op wij gaan dood en we moeten strijden tegen de anderen. Als het ooit komt, zover, ik ga daarmee eindigen. Als het zover ooit komt om te strijden hier voor het verdedigen van Vlaanderen tegen een echte horde van invasie, dan ga ik de eerste zijn dat een Kalashnikov gaan pakken. En je weet dat ik dat kan doen om te strijden voor Vlaanderen. Voor Vlaanderen. Maar zover zijn we het niet, gelukkig niet. Okay. En we hopen dat het zo blijft. Dank u wel. Terwijl ik graag wil vragen aan de mensen die met de microfoon nog even op willen rondgaan. Wacht even. Af te sluiten. Dan moet ik... Vooraleer we aan de vragen beginnen. Dan moet ik... Ja, de vraagindieners rondgaan. Want ik wil eigenlijk nog een korte reactie op wat meneer Zaja u voorlegde. Eigenlijk dat uw boek oproept tot geweld, omdat u de anderen kolonisators noemt. Mijn boek roept op geen enkel moment op tot geweld. Mocht dat zo zijn, dan zou ik al wel een proces of 10 aan mijn broek hebben. En dat is absoluut niet het geval. Mijn boek roept op tot verzet. Tot democratisch verzet. Er zijn mensen ik vraag mij alleen af hoe lang dat democratisch verzet voldoende zal zijn om de bevolking, uiteindelijk democratische gareel te houden. Goed. Want dat het zal nu al leidt tot confrontatie,
Ik bedoel, de situatie in onze steden die explodeert. We hebben de terreuraanslagen gehad. We hebben nu weer de drugoorlog in Antwerpen en dergelijke meer. We hebben de golf van criminaliteit en aanverwanten die voor een stuk migratie gerelateerd is. Ik bedoel, de vraag is, hoe lang blijft onze bevolking dit allemaal pikken? Okay. En komen we niet terecht in een situatie van gewelddadige confrontatie waar ik altijd voor heb gewaarschuwd en waar ik probeer om een democratische uitleg klep aan de bevolking te geven. Wij zijn inderdaad het ventiel langs waar heel veel overlast en heel veel ongenoegen en frustratie ontsnapt. En mochten wij er niet zijn, zou dat geweld misschien allang een feit zijn geweest. Goed. Een ventiel voor het publiek. Ik ga toch nog eens heel kort herhalen dat het de bedoeling is om een korte vraag te stellen. Als u een heel betoog hebt, moet u de mensen van de debatgroep aanspreken om eens te vragen om zelf in het debat te zitten. Dus een korte vraag, en als u die niet stelt, zal ik u ook onderbreken. Dus als u dat niet van plan bent en van plan bent om boos te worden, stelt u beter geen vraag. Goed, wie heeft een vraag? Mevrouw daar vooraan, die vlak bij u staat. En daarna komen we bij u. Ja, mevrouw. Nee, en de micro wordt niet afgegeven. De micro wordt niet afgegeven. Nee, dat is zo. Oké. Dan sta ik wel recht. Dat mag je uiteraard. Ik heb heel vaak het woord liberale democratie gehoord. Fijn. Maar ik heb geen definitie gehoord. Mm-hmm. Wat bedoel je? Ik heb ook heel vaak verlichting gehoord. Mm-hmm. Maar evenmin een definitie van geen van beiden wat dat betreft. Hè. Dus ik zou eens graag van elk van beiden en graag elkaar niet onderbreken. Dat is vervelend. Dank u wel, mevrouw. Een definitie hebben. Dat maakt mijn taak al een stuk aangenamer. Wie begint? U hebt een boek geschreven over de verlichting. Meneer Zaza? De verlichting is een filosofische stroming natuurlijk die gaat vooral over de emancipatie van de mens tegenover de gemeenschap. Dat wil niet zeggen dat de gemeenschap verdwijnt, maar de mens dus... Dat de mens wel rechten krijgt tegenover de gemeenschap, maar ook de emancipatie of zeg maar de primaat van de reden tegenover geloof. Dat wil niet zeggen dat u niet meer mocht geloven, maar dat de reden eigenlijk superieur is. Alleen primeert op geloof, niet superieur in de essentie. Maar ook bijvoorbeeld wetenschap tegenover pseudowetenschap enzovoort. Hè. Maar je hebt ook een politieke component van de verlichting en dat is de liberale democratie. Denk niet aan partijpolitiek, hè. Het gaat niet over de liberale partij of zo. Dat is eigenlijk alle partijen gaan vooral uit vanuit dat systeem. En wat betekent dat? Dat wij, om te beginnen, de gemakkelijkste is dat we onze leiders zelf kiezen. Dat de mensen allemaal stemmen om hun leiders te kiezen. Twee, dat die leiders niet een absolute macht hebben, dat ze elkaar controleren. Dat zijn de fameuze checks and balances, scheiding der machten. En dat je ook een gerecht die onafhankelijk is tegenover die politici en die leiders eigenlijk kan opereren. Hè. Dus dat zijn de essentie. Je hebt natuurlijk ook dat je je aanhoudt aan verdragen, waar dat burgerrechten... burgerrechten zijn een grondwet, de mensenrechten zijn wel een verdragen. Dat is een beetje in een nutshell wat liberaal democratie is. Ik denk niet dat u daar veel van verschilt. Nee, ik bedoel, wat is democratie? Het is een Grieks woord. Hè. Demos, kratos. Hè. Demos is volk, kratos is heersen. Het is een volksheerschappij. Dat is de letterlijke vertaling van het woord democratie. En dat betekent dat het primaat van de politiek bij het volk ligt. Bij u, bij de kiezer. En dat wij als vertegenwoordigers de wil van het volk moeten doen gelden en respecteren. Dus mijn conclusie is, wij leven in dit land en in Europa al lang niet meer in een democratie zoals de oude Grieken het ooit hebben bedoeld. Dan gaat u iets verder dan de vraag, natuurlijk. Want, als ik dat er nog mag aan toevoegen, meneer Bouws, mag ik dat er nog aan toevoegen? Niet door elkaar. Democratie bij de oude Grieken betekende ook demos, volk. Dat staatsmodel, dat politieke model, werd toegepast binnen wat? Binnen de volksgemeenschap voor de burgers van het land waarin men leefde. En dat was niet het geval voor al die anderen die uiteindelijk als vreemdeling, als immigrant, als passant in die landen terechtkwamen. Okay. Dus het woord democratie is door de loop der jaren toch wel herhaaldelijk een andere invulling gekregen. En het is zeker niet meer wat het origineel was. Okay. En ik pleit om de democratie in ere te herstellen. Wat betekent dat het primaat van de politiek bij het volk ligt. Maar dan ook bij het volk en bij diegenen die beschikken over onze nationaliteit en niet bij beter recht staan. Volgende vraag. Recht staan.
Volgende vraag. Ja, meneer daarop zijn. Nee, de micro wordt niet afgegeven. Oké. Okay. Meneer Abou-Jaja, de vraag is eigenlijk aan u gericht. Ik dacht dat het boek van El Gardus aan bod zou komen, maar dat is het niet. Maar El Gardus stelt voor een werkbare gemeenschap zijn drie voorwaarden. Een van die voorwaarden is secularisme. U komt uit Libanon, geen werkbare voorwaarde is. Er zijn 18 erkende godsdiensten, het is naar de knoppen. Secularisme, en ik heb opgevangen dat u zich bekeerd hebt tot de verlichting, dank u wel. Uit dat secularisme heeft de UNO de rechten van de mens gedistilleerd. De islam heeft die rechten verworpen. In 1990 hebben ze de rechten van de islam goedgekeurd en hebben ze de rechten van de mens verworpen. Wat is uw reactie daarop? Dank u wel. Je hebt absoluut gelijk, meneer. En El Gardus heeft daarin wat dat betreft ook gelijk. Natuurlijk is secularisme in mijn ogen een onderdeel van een liberale democratie. En daarom is het belangrijk om het verschil te maken tussen een liberale democratie en een democratie. Want in democratie, als je dat demos vol, en dan Kratos en elke... Je hebt de twee Korea's bijvoorbeeld, de welke heeft democratie in de naam? Die van het noorden. Je had de twee Duitslands, de welke had democratie in de naam? De DDR. Democratie aan zich wil niks zeggen. De liberale democratie met scheiding, niet echt. Als je praat van een volk, wie is het volk? De kiezer van meneer De Winter of de kiezer van meneer De Wever? Of de kiezer van meneer Rousseau straks? Of de kiezer van welke partij dan ook? Wie is het volk? Het volk is gefragmenteerd in politieke families. Dus het volk is een verhaaltje. Dit wordt boven de mens gezet om te zeggen dat de mens niks te zeggen heeft. Het volk bestaat in zover dat het een basis gemeenschappelijke noemer is, maar niet als actor, als politieke actor, behalve in gevallen van oorlog en zo, waar het hele volk achter één vlag komt te staan. Maar voor de rest, en iedereen die bezig is met politiek, weet dat het volk politiek verdeelt en dat is een goede zaak is. Maar over het feit dat secularisme een onderdeel moet zijn van landen in een eilandenmaatschappij, waar dat de mensen, zoals in Libanon bijvoorbeeld, waar dat je elke gemeenschap gaat gewoon zijn stuk van de taart eisen tegenover de andere gemeenschap en dat je continu in de clinch zit en dat je mafiosi dan gewoon boven als politieke partijen krijgt die juist die verdeling van de taart maken. Nee, secularisme is inderdaad een absolute must voor een democratie. Ja. Maar als ik daar misschien toch even mag op reageren, want we zijn in een debat natuurlijk. Ja, ik dacht, waar komt dat? De liberale democratie is niet de vorm van democratie die ik respecteer. Liberale democratie is een democratie die gewrongen wordt in een kwetteert en zijn neerslag vindt in een regering die beleid voert. Het voorbeeld van de Verenigde Staten maakt er u op wijzen dat de Verenigde Staten al 300 jaar serieus spanningen hebben met een multiculturele samenleving, hè? Dat doe ik daar niet. Kan u mij één voorbeeld geven waar belangrijke minderheden bestaan, waar die multiculturele samenleving wel lukt? Zonder spanningen. Ja, kijk, ik denk dat wij daar gewoon een ander perspectief op hebben. Ik vind natuurlijk, de Verenigde Staten heeft zijn eigen uitdagingen, zoals elke maatschappij in de wereld, zoals deze maatschappij ook. Maar ik kan niet naast kijken dat de Verenigde Staten, sommigen denken ondanks, ik denk dankzij het feit dat dit zo'n krachtige diversiteit heeft en daar een manier heeft gevonden, wat ze noemen daar een creedal identity, dat de identiteit in Amerika niet gebouwd is op etniciteit, maar gebouwd op een basis ideeën, de ophemelen van de grondwet, de constitution, en trots op Amerikaan te zijn, dat je dat kan overdragen aan mensen van verschillende kleuren en origines, dat dankzij deze houding de Verenigde Staten op alle vlakken, niet alleen militair, en los van wat ik denk van Amerikaanse politiek, waar ik geen grote fan ben, maar de Verenigde Staten is dominant op militair, economie, cultuur, wetenschap en allerlei vlakken. Dus dat kan ik niet naast kijken. En dus het moet iets goed hebben, die compositie dat ze daar hebben. Zegt u dan eigenlijk ook dat wij strenger moeten zijn naar integratie toe? Strenger dan integratie. Het gaat niet over strenger zijn. Het gaat over op zijn minst een beleid hebben die duidelijk is. Paal en perk stellen. Als je mensen hebt die komen vandaag. Want ik heb dat elke dag zo. Leerlingen die hier in het land 4, 5 jaar enzovoort. En als je hun inderdaad vragen stelt over dit land, over haar geschiedenis of zo. Die mensen weten dat niet. En die mensen zijn daarmee ook niet geconfronteerd. Ze worden gewoon alleen. Ze krijgen wat operationele instructies, bij wijze van spreken. Nee, we moeten inderdaad trots durven zijn over wie we zijn. Natuurlijk, België heeft een probleem. Hè? België is een land die niet zo gemakkelijk trots kan. Als de Belgen onder elkaar niet zo trots zijn over hun product. Ik weet dat het probleem is. Ik zeg niet
dat ik een oplossing heb, maar er zijn inderdaad hier problemen die dat beletten. In Duitsland is het gemakkelijker, in Nederland is het gemakkelijker, in Frankrijk is het gemakkelijker, in België het is heel moeilijk. Dus laten we dat outsourcen naar de gewesten, bijvoorbeeld Vlaanderen, daarom dat ik bijvoorbeeld dat verhaal van Vlaanderen een prachtig initiatief vond. Ja. Als men meer praat over de geschiedenis van Vlaanderen, als men meer praat, ik ben bijvoorbeeld niet tegen de Vlaamse kanon, ik vind dat een goed initiatief, want het gaat uiteindelijk over duidelijk maken van een identiteit en aan die nieuwe mensen, okay. Zeggen van kijk, dat zijn wij. Weet je, neem dat ook mee. Dat zijn wij. Dat moet je doen. Oké, dank u. Als ik daar even mag op reageren, de Bouwens, toch? Ja, maar ik was al naar de volgende. Ja, maar ik ga toch. Ja, maar daarom zijn we hier in een debat natuurlijk. Ja, maar kort. Wat meneer Zanza zegt, klopt natuurlijk niet. Hè. De essentie is dat democratie en multicultuur niet verzoenbaar zijn. Dat democratie en multicultuur mekaars tegengestelden zijn. Waarom? Omdat je maar echte democratie kunt hebben. Indien je dat kunt toepassen binnen een volksgemeenschap. Binnen een gemeenschap van mensen die een aantal waarden, normen, een manier van leven, een taal, een grondgebied, een afkomst en een toekomst deelt. En als je dat niet doet, dan speelt de macht van het getal, dat is de omvolking, op den duur tegen u. En dat is hetgene wat aan het gebeuren is in onze grote steden. De democratie zal in onze grote steden de ondergang zijn van onze eigen autochtone Vlaamse bevolking. Neem mij op mijn woord. Wacht nog 15, 20, 30 jaar en je zult dat tegenkomen. En nog één slotbemerking wat dat betreft. Kort. Dat is ook een fout die meneer Zanza maakt. Immigratie is geen mensenrecht. Immigratie is geen mensenrecht. Heb ik dat hebben ze ervan gemaakt. Dat hebben ze ervan gemaakt in de filosofie. In de ideologie van de mensenrechten waar we in leven. Oké. U hebt zich niet bezeerd, mevrouw, hoop ik. Nee. Immigratie is een voorrecht. Het is Orbán die dat nog niet zo lang geleden die theorie heeft ontwikkeld. En dat is juist, maar dat is essentieel in dit debat. Ja, ja. Immigratie is een voorrecht. Dat betekent dat wij het zijn, de ingezetenen van een land, die de regels bepalen. Dat wij het zijn die bepalen wie binnenkomt en ook wie terug buiten gaat. Maar op dit moment zijn wij het niet meer die dat bepalen. Op dit moment zijn dat rechtbanken op internationaal niveau, zijn dat de mensenrechten en dat soort van instituten en instellingen die ons een immigratie- en asielbeleid opdringen waar we zelf niks of nauwelijks nog iets als land, als soevereine natie aan te vertellen hebben. Oké, goed. Ik heb eerst een vraag daarachteraan. Eerst achteraan, meneer. Even wachten. Ja, sorry. Ja, ik had een vraag aan de heer Abou Zaja. Alle vragen zijn voor u vandaag. U bent hier gekomen. U hebt zichzelf aangepast, zegt u zelf. U hebt de normen en waarden aangenomen van onze eigen bevolking. Dan stel ik mij toch wel de vraag. De hoofddoek. Waarom is de hoofddoek nog altijd al 20 jaar een debat? Mensen die hier komen, mensen die hier zich willen vestigen, mensen die hier onze waarden en normen willen aannemen en zelf Belg willen zijn of Vlaming onder de Vlamingen, dan is een hoofddoek, vind ik persoonlijk, en nog andere mensen, niet van toepassing. Hoe staat u daarover, de heer Abou Zaja? Voilà, dan noem ik nu eens een duidelijke vraag. Oké, bedankt voor de vraag. Kijk, om te beginnen, wat kan een individu nemen of aannemen van andere waarden en normen? Het is altijd een complex verhaal. Die normen zijn ook voor een deel universeel. Hè. Ik bedoel, toen dat ik in Libanon was, ik ben ook voor een deel opgevoed in waarden die niet zo anders zijn dan de waarden van Europa. Dus zo black and white is het ook niet. Maar om te komen naar uw vraag over de hoofddoek. Kijk, de hoofddoek is een religieuze praktijk van een bepaalde gelovengemeenschap. En sommige mensen in die gemeenschap denken dat dat een verplichting is. Sommige anderen in diezelfde gemeenschap denken van niet. Dus er is al diversiteit in de discussie daarover. Nu, we leven juist in een liberale democratie, ik blijf het herhalen, waar het individu primaat heeft op de gemeenschap en het individu zelf kan beslissen, gelukkig, of ze een hoofddoek, of hij dan, in dit geval is het ze, maar voor de Sikhs bijvoorbeeld, is het de man die een hoofddoek draagt. Dus of die persoon zelf een hoofddoek draagt of niet. Nu, wat ik persoonlijk daarvan vind, dat is dan een irrelevante mening hierin. Ik vind dat dat een onderdeel is van de zelfbeschikkingsrecht van burgers, van volwassenen mensen. Nu, wat ik wel vind, is dat kinderen bijvoorbeeld geen zelfbeschikkingsrecht hebben op school en dat het gemeenschap kan een bepaalde regel hebben om religieuze tekens te verbieden. En dat is al het geval in de meeste onderwijsketens. En daar sta ik niet tegen. Ik vind dat ook een soort privilege van de scholen
om ook een deel van de opvoeding te doen en de ouders kunnen dat thuis doen. Maar als volwassenen mensen niet meer mogen kiezen wat ze dragen op straat, wat ze dragen in hun huizen, dan leven we inderdaad niet meer in een liberale democratie. Is okay. Dat altijd plezant? Ik weet niet. Dat is een subjectieve zaak. Sommige mensen lopen ook in de Pelikaanstraat en die denken, dat is niet plezant hier, en dat is nog een andere gemeenschap. Kijk, mensen moet je respecteren in hun keuze en moet je hun waarde laten. Oké. Ik veronderstel, meneer De Winter, dat u daar ook zal Ik ga er kort op reageren, toch, want dat is natuurlijk vrij fundamenteel. Hè. Het venijn zit in de staart, zoals u hebt gemerkt. Er wordt daar rond de pot gedraaid, ik ken dat. Dat heeft ook een woord, maar dat heeft ook een woord in het Arabisch, in uw ideologie. Nee, zelfs dat noemt takia. Dat is misleiding, noemt dat. Allee. En men gebruikt nu, dat is heel handig, ik heb daar geen ongelijk in, mocht ik van u zijn, ik zou het ook doen. Men gebruikt onze zogenaamde mensenrechten om uiteindelijk een totalitair systeem hier in te voeren en te installeren. Men zegt, ja, zelfbeschikkingsrecht. Denk je dat ze in de islamitische wereld zelfbeschikkingsrecht hebben, die vrouwen? Vergeet het. Maar hier hebben ze dat wel. En omwille van dat zelfbeschikkingsrecht, omwille van de tolerantie, omwille van de multiculturele diverse samenleving, niet waar, die alleen hier bestaat, nooit ginder natuurlijk, hè, alleen hier bij ons, nooit in die 67 islamitische landen, moeten we dat toch accepteren dat men een hoofddoek draagt. Moeten we feitelijk accepteren dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, dat de vrouw verantwoordelijk is door haar gedrag voor de seksuele moraal van de man. Want dat is de hoofddoek, hè, dames en heren. We zijn terug, de waarde van de verlichting. Vergeet het. Het is nu allemaal toch vrij duidelijk. Die waarde van de verlichting, een van die fundamentele waarden van de verlichting, meneer Zuis, daar kan ik mij kwaad over maken. Dat is de gelijkheid tussen man en vrouw. En die hoofddoek is net het omgekeerde. Dus die waarde van de verlichting die u zo zegt te omarmen, in de praktijk heb je daar lak aan. De islamisering, daar gaat het over. Het misbruiken van onze waarden, het misbruiken van onze tolerantie. Publiek, niemand zegt, kijk, Jeff Hoijbrechts, hij is een misogyne, hij haat vrouwen, maar van mij... Maar ik haat geen vrouwen, ik heb drie dochters en een lieve vrouw. Nu verdedigt je Jeff Hoijbrechts. Ik kan dat bevestigen, ik haat geen vrouwen. Niet door elkaar. Maar wacht even, maar van mij, de verlichting heeft hem terecht... De verlichting geeft hem het recht om mening te uiten. Dat is hetzelfde met wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat ik als persoon of wie dan ook verplicht is om dat een goede zaak te vinden. Je kan dat een slechte zaak vinden, maar de verlichting, meneer De Winter, geeft Jeff Hoijbrechts en heeft wie dan ook het recht om dat te zijn. Okay. Dat begrijpt u duidelijk goed, niet. Goed, dank u wel. Volgende vraag. Ik mag maar een vraag stellen, Philippe. Zou je niet een aansluiting op uw boek... de vergelijking maken tussen het leven van Mohammed en het leven van Christus. Want die Mohammed, die promoot het doden. En daar zijn we eigenlijk aan voorbij gegaan. Het doden in ieder democratie. En toen ik uiteindelijk in Nederlands gedragskunde studeerde, zat Schillebeek, zei het... U moest een vraag stellen. Christus, Christus zat op de waterput met vrouwen. Maar die Mohammed, wat deed die... Ja, dank u wel. Een vergelijking tussen Jezus en Mohammed, meneer De Winter, zit dat erin als volgend boek. Meneer, alsjeblieft. Ik begrijp wat de vraagsteller bedoelt. Het is natuurlijk een theologisch debat over het leven van Mohammed laatste en de hadith en dat soort van dingen. Daar zit iemand die dat veel beter kan uitleggen, Wim van Rooij, dan ik zelf dat kan. Maar ik wou toch even dit nog zeggen, want daar pas is het even gegaan, het is een interessant debat, is het even gegaan over christendom, katholicisme en dergelijke meer, de katholieke kerk. Laat ons toch wel wezen, er is een verschil tussen het christendom dat deel uitmaakt samen met het heidendom, samen met onze Grieks-Romeinse rechtsregels en wortels, samen met de wetten van de verlichting en dergelijke meer, dat maakt Europa uit. En dat christendom kan daar niet van gescheiden worden. De islam maakt geen deel uit van de wortels van het avondland, maakt geen deel uit van onze beschaving. Omdat, en dat is nu juist het fundamentele verschil, omdat de uitgangspunten, omdat de visie, omdat de regels totaal en volledig anders en tegengesteld zijn, diametraal ten overstaan van al datgene wat wij fundamenteel en essentieel vinden in onze beschaving staan. En dat is belangrijk. En dat wordt ook weerspiegeld. Dat wordt ook weerspiegeld in het leven van Christus en in het leven van Mohammed. Dat de katholieke kerk door de loop der geschiedenis daar misbruik van gemaakt heeft, die regels niet heeft toegepast en dergelijke meer, dat is een feit, dat herken ik ook. Maar dat doet niks af aan het feit dat het christendom
als dusdanig fundamenteel tegengesteld is aan de islam. En dat wordt weerspiegeld in de levens van Christus en Mohammed. Daar heb je 100% gelijk. Oké. Repliek, meneer Zaza. Ja, kijk, we gaan hier niet de tijd hebben om een echte debat te voeren over theologie en over geschiedenis van religie. Ik geloof echt in de diepte van mijn ziel dat alle religies in staat zijn van gruwelijke zaken. En dat hebben we ook allemaal getoond in de geschiedenis. Islam, christendom, zelfs het boeddhisme in Myanmar, recent. Klopt, ja. Dus, en ook dat alle religies wegens een beetje interpretatie, creativiteit in staat zijn om docile, seculariseerde versies te produceren. Nu, als men natuurlijk zegt, wat meneer De Winter zegt, de islam heeft helemaal niks te maken met de wortels van Europa. Ja, dat is ook een interessant debat. Ik denk niet zo. Ik geef alleen een tip voor de mensen die een beetje verder willen gaan zoeken. Ga als je naar huis gaat, onderzoek iemand die heet Zeger van Brabant. Zeger van Brabant, een prachtig figuur in de geschiedenis. En dan analyseer wat de islam wel misschien via Zeger van Brabant te maken heeft. Okay. Met de wortels van Europa. Ik had eerst Frans. Ah, jij houdt hem vast. Ja, nee, nee. Oké, goed. Ik ben een beetje teleurgesteld in dat theater dat we vanavond gezien hebben. Uw vraag stellen, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja, maar ja. Ja, het is maar, gewoon... Volg ja, mee. Ja. Een kwartje van een bladzijde. Is er niet gesproken over de kern, over de grondoorzaak van die mosliminvasie? We hebben daar een prachtig theater over gezien, maar er is niet over de grond gesproken. Wie veroorzaakt dat hier allemaal? Van waar komt die invasie? En al die andere mooie dingen die we nu de laatste tijd meemaken. Woke, LGBT, klimaathysterie en al die dingen, die komen van een bepaald land. Een vraag stellen. Die worden hier ingezaaid, bewust en welke met land heel is veel dat, geld. Als ik mag vragen? Ik geef u een tip. Dat komt niet van China, komt niet van Hongarije, komt niet van Rusland. Van waar? Ja, maar nu kunt je dat komt van de andere kant van het land. U stelt een vraag en u geeft het antwoord erbij. Dat nee, ik geef een paar tips van waar het al niet komt. Dus u weet... Op die manier werkt het ook niet eigenlijk. Maar fijn, ik ben teleurgesteld dat daarover niet gesproken is vanavond. Oké, dat is goed. Dank u wel. Wij noteren uw teleurgesteldheid, maar ik veronderstel dat wij daar eigenlijk heel weinig kunnen op zeggen. Ik heb begrepen wat hij bedoelt. Ja, ik ook. Ja. Maar ik ga geen intensief proces doen, maar... Vraag. Niet dat ik daarmee eens ben. Rechtsstaat. Ja, maar je geeft zelf het antwoord, hè, Frans? Ja. Zeg maar. Ja, een vraag voor beide sprekers. Dat heb ik graag. De overbevolking was op een bepaald moment een conclusie. Hè. Alles draait een beetje rond het feit dat we in een overbevolking zitten op deze planeet. Beroepshalve heb ik er ook mee te maken. En mijn vraag is, in welke mate... Want soms kan het helpen als mannen zich laten steriliseren. In welke mate... promoveren jullie deze oplossing, zowel als politieker dan bij Filip, als opiniemaker bij Abu Jaja? Wat doen jullie daarmee? Het debat neemt rare wendingen, vind ik persoonlijk. Ja. Ik wil daar wel op antwoorden. De vraag kwam net niet tot we gesteriliseerd zijn, maar goed. Het is misschien wat een rare vraag, maar natuurlijk... Als we de vaststelling maken dat we sinds begin de jaren 60 tot nu onze bevolking, wereldbevolking hebben zien verdubbelen, ja, hoe antwoorden we daarop met, zoals meneer Zaza zegt, meer productie, meer industrialisering, het vernuft van de mens die er wel zal voor zorgen dat iedereen eten en drinken enzovoort zal krijgen? Of moeten we naar andere middelen? Nu, als Europeaan zeg ik u alleen maar dit. Het is niet hier dat het probleem van de overbevolking zich stelt. Hè. Integendeel, we worden geconfronteerd met het omgekeerde probleem. Het probleem van de ontvolking. En wat zegt de linkerzijde? We moeten daarom ons land herbevolken. Jan Hertogen, linkssocioloog, zeer interessante man. Ik ben het grondig met hem oneens. Maar hij zegt de omvolking. Ik gebruik dat woord niet, want dat is een woord van de winter. Maar hij spreekt over de herbevolking van ons land. We hebben die jonge mensen nodig, die immigranten, om hier inderdaad voldoende jonge mensen te hebben om onze samenleving leefbaar te maken. En dat zal automatisch leiden tot superdiversiteit, tot die multiculturele samenleving die links zo graag wil. Okay. Nu,
Wat doen we aan de andere? Wat doen we met Zwart-Afrika, waar je gemiddeld 4,5, 5 tot 6 kinderen per vrouw op de wereld zet? Wat doet je met een land als Nigeria, die binnen nu en 40, 50 jaar meer inwoners zal tellen dan heel Europa bij elkaar, hè? Eén land in Centraal-Afrika. Wat doen we daar dan mee? Wel, ik denk inderdaad dat dit is nu eens een taak van de Verenigde Naties en dergelijke, om daar te gaan pleiten voor geboortebeperking. Geboortebeperking. Zoals men dat, en dan klinkt nu heel erg goed, hola, wat zegt hij nu weer? Maar als ik kijk naar een land als Indonesië, een islamitisch land, waar men dit met succes heeft gedaan, waar men gezegd heeft, wij moeten de bevolkingsexplosie in ons land een einde toeroepen. Wij zijn niet in staat om via industrialisering dit groeiend aantal mensen allemaal nog te bevatten en een toekomst te geven. Dus geboortebeperking. In Indonesië is het gelukt met de overheid als motor voor dit alles. En als er één, en daar ben ik het eens, als ik dat nog mag zeggen, want dat kwam niet helemaal tot zijn recht. Maar meneer Zaza heeft het recht op gewezen. Bill Gates. Waar is hij, de Winter in zijn boek heeft het over Bill Gates. Ik heb het inderdaad in mijn boek over Bill Gates. Waarom? Omdat het grote probleem van de overbevolking, zeker in Centraal-Afrika en in derde wereldlanden, is het feit dat gezinnen kinderen op de wereld zetten, omdat tot enkele jaren geleden de kindersterfte, maar als ik dat maar nog eens rond de kaf, de kindersterfte massaal was. En men daarom de zekerheid had, als men er 5, 6, 7, 8, 9 op de wereld zet, dat er tenminste 3, 2, 3, 4 soms overbleven. En Bill Gates zegt, als we één iets moeten doen, dan is het de kindersterfte tegengaan. En wat moeten we doen? We moeten daarvoor geneesmiddelen produceren en ontwikkelen. Want als we de kindersterfte kunnen beperken, zal ook het aantal kinderen, hoe raar het misschien ook klinkt, hoe contradictorisch het is, ook krimpen in die derde wereldlanden. En dat, gecombineerd met geboortebeperking, is volgens mij het enige middel om ervoor te zorgen dat we die immigratieapocalyps, waar we langzaam maar zeker mee geconfronteerd worden, dat we die ook tegenhouden. En ik denk dat de conclusie moet kunnen zijn. We zijn gewoon met te veel op deze planeet. Ik noteer Philip de Winter, Bill Gates, één strijd. Wat dat betreft, ja. Heel snel antwoord aan mevrouw. Ja. Geboortebeperking kan inderdaad een goede zaak zijn als het een keuze is van het individu. Dat is opnieuw dat zelfbeschikkingsrecht. Alleen een man en een vrouw zelf kan kiezen om een geboortebeperking aan te doen. Als de staat, of wie dan ook, want meneer De Winter zei het, wij moeten, en wat moeten we in Nigeria doen? We moeten niks in Nigeria doen, we moeten niet. Daar moeten de mensen eigenlijk via hun eigen systemen en normen en waarden en manier van leven zelf keuzes maken en liefst individueel, om dan geboorte te beperken. Zolang dat een individuele keuze van een uiting van de zelfbeschikkingsrecht, dan is dat legitiem voor mij. Als de staat zich komt moeien, of de VN of wie dan ook, nee, dan sta ik daartegen. Ja, maar dat doen ze wel. Hè? Goed, ja, elk nog één vraag, want er zijn twee micro's en ik zie dat jullie alle twee al iemand hebben. Elk nog één. De vraag voor eerst meneer, u. Ja. Een korte vraag voor meneer Aboudjadja. Heeft u het boek gelezen waarover men niet spreekt? Van Wim van Rooij. Ja. Van Philippe, van wie? Van Wim van Rooij. Nee. Het is niet om reclame te maken, omdat hij hier zit, maar je hebt het niet gelezen. Ik heb wel opiniestukken gelezen van meneer Van Rooij. Ik raad het boek erg aan u. Ik raad meneer Van Rooij ook mijn boek te lezen. ook mooi. Hij heeft het gelezen. Ik sta altijd open voor een debat over de islam met meneer Van Rooij. Voilà. Ja, maar ik spreek ook niet over u. Volgende vraag. Ik heb één vraag aan meneer Aboudjadja. Ten eerste, mevrouw, ik kan u zeggen, ik ben gesteriliseerd. Ik heb 4 kinderen, dus ik hoop dat ik u geholpen heb. Ik heb er wel 4. Wat ik aan u wil vragen is, wat ik heel vaak zie in de westerse samenleving, is dat de islam zich dan anders gaat manifesteren. Dat bedoel ik mee. Men ziet hier ook altijd Greta Thunberg demonstreren in westerse landen. Maar men ziet men nooit haar demonstreren in China aan een nieuw te bouwen kolencentrale. Maar ik bedoel gewoon te zeggen van, hoe komt het dan toch dat die nieuwe generatie die dan dusdanig toch door ons als Vlamingen en ikzelf Nederlander alle kansen krijgen, dan toch steeds extremer en radicaliseren? Wat voor verklaring heeft u daarvoor? Aangezien het toch in het onderwijs staat, waarom? Zij krijgen alle kansen en toch grijpen zij terug
wat zij volgens de islam hun normen en waarden vinden. Nu, de trend is niet zo juist. En ik wil, het is niet zo dat die generatie verder radicaliseert. Hè. Als je, ik raad je ook het boek van meneer Elgardus aan, Reset. Daarin geeft hij redelijke cijfers. Er is wel een zorgwekkende trend van radicalisering. Maar er is ook de evolutie dat veel van de jonge mensen in hun islambelevenis, in hun manier ook om te kijken naar de maatschappij, toch meer en meer een bepaalde openheid ontwikkelen. Dus het is niet waar dat ze allemaal aan het radicaliseren. Ik geloof Elgardus daarin. Hij is een socioloog, hij geeft ook correcte cijfers. Maar goed, er is wel natuurlijk een probleem. En die probleem is, en dat is waarom dat ik in mijn boek ook spreek over één groot gevaar, en dat is het islamisme, samen met twee andere gevaren. Dus opnieuw, jullie stellen vragen van, en er is islamisme, er is een gevaar? Ja, natuurlijk. En daar moeten we inderdaad daartegen ook iets doen. Dus veel mensen ontkennen dat wel. Maar ik ontken dat niet. Het is een groot gevaar. Het is aanwezig. Het is een ideologie die probeert wervend te zijn, mensen te recruteren, mensen te organiseren. En het is eigenlijk een soort, ja, voor mij een fascistoïde ideologie, het islamisme. En dat is dus aanwezig hier bij ons. Hè. Dus in die zin kun je dat wel misschien antwoord zoeken voor waarom dat sommige jongeren onder invloed daarvan waarschijnlijk in de verkeerde richting gaan. Dus ik denk dat het er een ideologische stroming is en die ook probeert mensen te organiseren, mensen te mobiliseren. En wij moeten dat, ja, natuurlijk onze veiligheidsdiensten zien het gevaar en investeren daarin ook. Hè. Okay. Maar ik wil het ook erbij zeggen, van ik vind bijvoorbeeld dat de drie grote gevaren voor de liberale democratie eigenlijk complementair aan elkaar zijn. Want als je de liberale democratie ondermijnt, als je de waarden van de liberale democratie ondermijnt. En als je zegt van, kijk, die democratie uiteindelijk zal ons einde zijn. En de mensenrechten zijn maar niks. En dan, dat is hetzelfde wat islamisten ook vertellen. Dat is ook ergens wat de wokes ook vertellen. Al zijn ze soms ook in de war, die wokes. Ze weten niet altijd wat ze willen en wat ze niet willen. Okay. Maar goed, dus in essentie is er een illiberale stroming, dus een antiliberale stroming, en opnieuw niet in een partijpolitiek betekenis, want dat kun je soms begrijpen, maar in een filosofische betekenis van wat liberalisme betekent. Er is een illiberale stroming in Europa, en daarvan ook, meneer De Winter is een trotse protagonist van dat illiberale stroming, die denkt van illiberale democratie te gaan bouwen, zoals Orbán dat mooi benoemt. En dan heb je een liberale stroming in Europa. En daar heb je de liberalen, socialisten, christendemocraten en nationalisten. Die ook liberaal zijn. En essentie, niet partijpolitiek liberaal en niet noodzakelijk economisch liberaal. En dat is de grootste tegenstelling. De illiberalen in strijd. Islamisten, extreem rechts, woks, in strijd. En de mensen die voor de liberale democratie in strijd. Maar alleen in strijd met ideeën, in strijd met woorden. Wij zijn geen vijanden van elkaar. Ik maak altijd de pleidooi tegen het cancelen van iedereen. Ik wil met iedereen praten, dat is het recht van iedereen om ook daartegen te zijn. Dus sommige mensen willen juist inderdaad andere meningen marginaliseren. Inderdaad, meneer De Winter wordt in een volledig, als ik nu het debat hier komt aangaan, krijg ik zoveel kritieken van sommige hoeken van hoe kon je met die man spreken, waarschijnlijk u ook over mij, van andere hoeken. Maar ik ben wel overtuigd dat de enige weg vooruit is met elkaar blijven praten, debatteren, maar niet hypocriet doen. Hè. Zeg het tegen elkaar van, kijk gast, ik vind u een extremist. Hij vindt mij, ik weet niet, een vos die de passie preekt en venijnig. Goed, fair enough. We blijven in discussie. En ik geloof echt ooit dat wij misschien kunnen geraken. Dat is mooi. Afsluitend, meneer de moderator. Ik veronderstel dat dat een repliek was. Dat de vraagsteller natuurlijk wel gelijk had. Hè. De allochtone jeugd, zeker van niet-Europese, islamitische, Noord-Afrikaanse en dergelijke afkomst, wordt arroganter, wordt agressiever, wordt bozer en stouter. Dat blijkt uit alles. Kijk maar, politieke elite, de media, het hele systeem zich gedraagt. De witte schuld. Als onze leiders ergens naartoe gaan, dan is het om zich te verontschuldigen. Als de paus naar Afrika gaat, of naar Noord-Afrika, verontschuldigt hij zich voor de kruistochten. Als Biden, dat is minder het geval met de vorige president, maar als Biden naar Afrika gaat, is het om zich te verontschuldigen voor de slavernij. Als onze premier, God beter het, naar Afrika gaat en iemand luistert, wat zeer weinig het geval is, dan is het om zich te verontschuldigen voor het kolonialisme. Wat doen wij? Wij geven de indruk dat zij uiteindelijk het recht hebben om naar hier te komen, om te nemen wat van hen is. Want wij hebben het allemaal fout gedaan. Kolonialisme, racisme, slavernij en aanverwanten. Wij kruipen continu als Europeanen, als Westerlingen, als blanken door het stof. Okay. En daardoor krijgt
de vreemdeling hier, zeker de Afrikaanse, Noord-Afrikaanse, islamitische de vreemdeling, de indruk dat hij untouchable is, dat hij het grote slachtoffer is van de boze blanke man die hem dat allemaal heeft aangedaan. We hebben die dus grotendeels aan onszelf te wijten. En tot slot wou ik meneer Jaja bedanken voor het debat. Wij zijn gezworen tegenstanders al 30 jaar, fysiek op de Turnhoutse baan in Borgerhout, in vele debatten op televisie, in media en aanverwanten, en ook vandaag, maar zo hoort het ook. Uit het conflict worden nieuwe ideeën geboren, harde confrontaties moeten kunnen, en ik bedank hem voor de welwillendheid om hier in toch het Hol van de Leeuw, want dat is het dan toch, te willen komen debatteren. Ja, ja. Dank u. Dank u wel. Zie eens. Dan... voilà. Dan eindigen we toch nog als goede vrienden die hand in hand rond de wereldbol samen Coca-Cola drinken. Mooier kan het niet zijn. We kunnen ook denken, maar ik bedank u allemaal hartelijk voor het bereidwillig luisteren. Ik bedank natuurlijk meneer Aboujaja en meneer De Winter voor het debatteren. Wij doen dat met een cadeautje en u doet dat met een hartelijk applaus. Beide heren verkopen ook nog hun boek, dus u hoeft niet weg te lopen. Graag tot de volgende keer. Dank u wel.